zit daar onmiddellijk in de buurt van Rowe. Nicolas Maas is de eerste man van Lotto Soudal in circa 5e, 6e positie. Daar komt Daniel Os. Van Marken zit goed, maar zit daar me dunkt alleen. Gilbert in het gootje er helemaal. Motorrijders doen het goed, ze nemen wat afstand. Zou zeggen, zelfs nog iets meer marge inbouwen. De mannen van Quickstep zijn zich aan het formeren. Ze zitten daar nu met 4. Ja, met Vermoten hebben we met zelfs 5. Ja, met Gilbert erbij, dus die moeten we dat er ook zijn nog er bij. 6. Die moeten we daar ook nog bij rekenen. Degenkoop met 6, ze nemen andermaal de bovenhand. Ze willen straks een gooi doen naar wat? Naar een ontsnapping wellicht. Vuurwerk op de Taaienberg. Stuiven op links, Degenkolf op rechts. Ja, wat een. Het is altijd van je dat in de E3. Ze moeten er niet haasten, die blijft daar wel liggen, de Taaienberg. Maar ze wil er wat mee doen. En ze willen onderweg van Sagan af. Ze willen van Sagan af vooraleer hij beslist om er zelf van af te gaan. Of te geraken. 3.15, er wat vanaf nu, het gevolg van de hitsigheid. 1, 2, 3, 4 op een rij. 4 op een rij. Ik herinner me van het motorwerk vroeger altijd de gevaarlijke zone richting Taaien. Meestal wat bergaf. Hier heb je de koplopers ook al aan de voet van de Taaienberg. Er staat volk. Geraken ze in het gootje? Ja, dat kunnen ze. En kunnen ze daarin blijven? Laten we hopen voor hen van ja, dat daar niemand even gaat vooroverbuigen, want dan hebben ze een probleem. Zie je wat ik bedoel? Ja, dat is het probleem. Ze zijn al op de weg aan het staan. En zolang die renners op de weg rijden, blijft dat publiek in het gootje. Niet toevallig Laurens de Vreese en Alexis Goujard helemaal vooraan. Het Taco van der Hoorn in derde positie. Achteraan de Pistier, ex-wereldkampioen in de ploegkoers, Gijs van Hoeken. Nu voor Lotto NL Jumbo, na een goede 5 jaar zeker, Topsport Vlaanderen. Daarvoor de nog jonge 22-jarige Per. Ja, die dit moet kennen. Hè. Als je de Ronde van Vlaanderen voor belofte gewonnen hebt vorig jaar, dan ben je hier hoogstwaarschijnlijk ook wel geweest. Ik ken dat parcours niet echt helemaal. Nee, ik weet wel, ja. Voor beloften. Maar ze nemen toch wel wat van dat soort beklimmingen mee. Dus de kans is groot dat ze ook hierover geweest zijn. Hier krijg je die uitloper in vals plat opgelet. Daar valt het in zo'n peloton niet stil. Nee, hier zal het, ze gaan er hier in het peloton een half minuut af doen, denk ik. Als ze er echt aankomen boven. Moeten we nog naar de Oude Quaremont? Wel, uiteraard moeten we naar de Oude Quaremont. Is er een koers in Vlaanderen zonder Oude Quaremont? Zelden. En uiteraard moeten we ook nog naar de Pater. Ai, 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 en daar hier is ook gevallen. En daar is iemand tegen de grond gegaan van Quickstep. 2, ja. Eentje erbij. En de andere die onmiddellijk maakt dat hij voortkomt. Dat is met angst. Ja, vooral blijven liggen. Ai, 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 ai. Teleurstelling, denk ik, in deze plaats. Grote teleurstelling. Dat is met pijn. En wat? Wegduwen maar. Is dat? Ik ga het niet zeggen. Ik ga nee, wachten. Het is gevaarlijk om daar nu al een naam op te plakken. Maar het is iemand die smeekt om hulp. Help me recht. Daar gaat Jack Bauer. Ja, vooral kwaad. Heel kwaad. Bonen tweede positie. Bonen tweede positie. Bauer, die zeker nog goed was voor een goede 30 à 35 kilometer. Labeur. En hoe is dat dan gebeurd? Onderuit? Hier in die afdaling, ik heb het al gezegd. Ja. Altijd gevaarlijk, de afdaling naar de Taaienberg toe. Altijd al geweest. Nogal wat een steenslag. Die zat inderdaad vooraan, dat zou zomaar eens kunnen. Dat is van Marken. Dat is maken dat je dat tuig vastkrijgt, dat je dat meesleept en dat je wegkomt. Terpstra zien we daar ook heel even inhouden en dat toch maken dat hij vooruit komt. Dat gaat je de plannen wat dwarsbomen. Ja, dat geluk moet je nog een klein beetje hebben. Nee, oké, Bauer valt er alleen van tussen, maar verder als en dan Bonen maar. Alsjeblieft. Bonen zoals hij dat in zijn goede oude tijd deed. Nou, ik mag dat niet zeggen. Bij zijn laatste beurt hier in de E3, tenminste op de taaien, dat ziet er goed uit. Os is degene die volgt. En daar heb je Peter de Grote. En dan Stuiven, met Degenkolb denk ik aan het wiel. Bonen lang doortrekken. Sagan, zoals hij dat vaker doet hier op de Taaienberg, met wat ruimte, wat afstand. Maar dat maakt hij wel goed, vanuit het zadel met name. Taaienberg gaat ontploffen. En nu zit hij boven. Een kleine tussentest, wellicht gevoeld van het zit. Oké, Gilbert is ook mee.
Dat moet een opluchting zijn straks, als hij dat weet. Denk Degenkolb en Fellini. Jasper Stuyven. Stuyven, ja. Stuyven. Gilbert en dan? Dylan van Baarle, denk ik. Maar dat is onder voorbehoud. Daar gaat het achteraan al wat op. Dan is het Luke Rowe die een inspanning doet om dat gaatje te dichten. Dat moet Luke Rowe zijn. En waar zit dan Van Avermaat? Wel, die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Na dat hele gevring daar en een paar valpartijen heb ik al een tijdje Van Avermaat niet echt meer in de eerste gelederen gezien. Een man of acht, dan is even achteruit blikken. Daar komt een groepje aan dat zal wel aansluiten, maar dan heb je een bres. Daar met name, achter die laatste man, hebben we hier een man of dertien. Bonen grijpt naar een bus, heeft die mee. Os naar de kop. Sagan die overneemt, korte overname. Gilbert die wil altijd koersen. Daar komt er nog eentje aanpikken. Er zijn er nog een paar die het bruggetje willen slaan. Maar voor anderen wordt dat nu al wat moeilijker. En kijk wat er vanaf gegaan is. We zitten nu nog aan 2.20. Daar heb je nog een tiental. Maak er desnoods 11 à 12 van. Dan heb je een wat groter pakket. Het is altijd van je dat de Taienberg zorgt voor scheuren. Ja, de aanloop naar die Taienberg toe. De vlucht vanaf de korte keer richting Taienberg. En nu naar de Bonjeberg. Het is hard, Gilbert, maar het is niet anders. Gilbert zet door. Met Coccar, denk ik. Gilbert zet door. Ja. Zoals hij dat ook deed in dwars door Vlaanderen. En dat was hij ook de grote motor van het gebeuren. De man die voor opzweepwerk zorgde. Rijden we mee? Ja, dat doen we. Toch met een handvol mannen. Bonen heeft zich wat in de lute gezet. Op nu minder dan 70 kilometer van het einde. Daar met name. De Sagan zit nog wat verderop. Dan heb je Gilbert. Zodra we dat kunnen, dat is niet evident in deze wedstrijd. Ook voor de heren van de communicatie om die rugnummers te noteren. U begrijpt dat. Het is slingeren op eeuwig smalle wegen. Ja, moeilijk langs te komen met een motor zou ook niet verantwoord zijn natuurlijk. Wat misbaar daar. Langeveld. Met Langeveld, ja. Aangeduid als wisselkoopman. Mocht het nog altijd niet goed gaan met Sepp van Marken. Stibarin in dit groepje, tweede groepje. Dat is wat ver. En Van Avermaat dan toch mee. Ja. Doet een poging om ze laten rond te draaien. Ja, een man of drie, vier van het ploeg van BMC. Poging van eentje van Quickstep om weg te rijden. Dat is Bonen zelf. Dat is inderdaad Bonen zelf. Dat is Bonen zelf. Makkelijk te herkennen aan de witte fiets. Parlemoer. Os mee. Druk blijven zetten dus. De vaart erin houden. Willen ze met z'n allen. Even wat afscheiding. Bonen. En Van Avermaat of is het Os? Os. Os. Ja. De lust draait er vanaf. Bij Bonen. Ja, Gilbert die meegaat op een prik, een tegenprik. Deze groep dat zal nog wel lukken. En ja, dan een omvangrijker groepje. Naar elkaar blijven kijken gaat alles nog samenkomen, hè. Dat lijkt me Oliver Naassen. Ja. Dat is ook zo. Ja, op die manier had misschien Gilbert beter niet moeten reageren op Naassen. En Naassen laten naar die twee laden laten naartoe rijden. Hè. Degenkolb zit daar inderdaad ook nog. Dus inderdaad stuiven met Degenkolb. Er wordt achteraan wat omgekeken. Van Baarle voor Cannondale. Die houdt het nog even rustig. Coccar zijn kopje heel even laten zien. Maar toch weer een bewijs dat hij dat in de benen heeft. Gilbert die merkt dat de lust niet echt groot is van de ander, dus gaat hij zelf. Opgelet, Gilbert is het type dat met de koers groeit, hè? Ja. Toch wel. We gaan nu niet beweren dat dat nog altijd met dezelfde ampleur is als een jaar of drie geleden, maar hij doet het wel. Drie stuks. Vierde man op komst. Als het nu even stilvalt, zouden we wel eens naar een interessante situatie kunnen gaan.
Ik denk dat groepje 2 gaat terugkomen bij groepje 1. En de rest hangt ook allemaal dicht bij elkaar. Dus hier is het al samengekomen. Bijna volledige rijdergroepering. Groepje 2 en 3, dat lijkt me al samengevloeid. Ja, er gaan een pak knechten terugkomen. Mannen die nog iets kunnen doen. Van Avermaat die mee is. Is Sterpstraat de vierde man? Het is er eentje van Bora, denk ik. Ja. Dat is goed voor Van... Zou dat weer Pustelberger zijn? Ja, het is moeilijk om dat van hier uit te maken. Op die manier kan Sagan zeggen, jongens, zoek het uit. Hè. Ik heb ploegmakker mee. Er komen nog situaties waarin hij zou moeten kunnen zeggen, zoek het uit. Die mannen wegrijden, die vier, en dan straks naartoe knallen, hè, op een of andere beklimming. Nog even wachten natuurlijk. Even situeren, dus nu onderweg naar de Bonjeberg. En dan moeten we naar de Bonjeberg een goede 3 à 4 kilometer, een goede 3,5 verderop opdraaien naar de Eikenberg. En nee, het stopt niet, dan gaan we vrijwel onmiddellijk naar de Stationsberg. Het is met andere woorden een fase waarin je je compleet leeg kunt rijden. Maar nu al mannen met body voorin. Ja, en ik denk dat daar die drie tussenmannen, de mannen die daar tussenin zaten, dat die op dit moment zo goed als ingelopen gaan worden door deze vier. Dat is een mooie uitspraak, tussenmannen. Van die tussenmannen. Wacht, en ik zal eens iets anders uitvinden. Daar heb je ze, de Bond van Asbroek en de Lage. Ja. Van Asbroek nu naar de kop. Daar komen inderdaad die vier. En nu ben ik eens benieuwd wat de Lage en compagnie, wat die nog in petto hebben. Kunnen ze op deze manier dan toch uiteindelijk vooraan verschijnen? Of is het allemaal al wat te veel geweest? Nee, het is inderdaad Postelberger, Michel. Ja, ja. Die was in dwars door Vlaanderen ook al dik in orde. Dit zijn de koplopers, mocht u wat later ingeschakeld hebben. Kop van de koers, mannen die de wedstrijd gekleurd hebben. Mannen die luisteren naar de namen op de Bonjeberg. Goujard, de Vreese, onze landgenoot Per van Hoeken. De tweede landgenoot Van der Hoorn is een Nederlander. En Masson is een 31-jarige Franse halve laadbroeier. Een grote groep terug samen. En nu kijken, wie gaat er koersen? Het enerverende als je in zo'n groep zit, is naar voren schuiven. Er zijn heel weinig brede wegen waar je dat echt vlot kunt. Hola, er zijn er nog op komst. Ze pikken aan, de drie. Dus Pustelberger, Gilbert, Van Avermaat, Oliver Naassen... Wel mee in de vuurlijn. Lekker pand in dwars door Vlaanderen op een slecht moment. Dan Van Asbroek, de Lage. En de Bond. Nog volk vanuit de achtergrond. Ja, dat zijn mannen die komen dus van bij de eerste bij of van die achtervolgende groep. Hè. Als die erbij komen, dan zijn ze in één keer met een pak renners meer. En dan ben ik benieuwd wie er gaat er nog rijden. Hè. Van Avermaat in elk geval. Die wil namelijk altijd rijden. En wat zou het dus leuk zijn dat Gilbert en Van Avermaat samen gaan in dat willen rijden. Ja, inderdaad. En samen naar de meet komen en sprinten. Is het nog ver om daar nu al aan te denken? Ah, ja. Oliver Naassen rijdt nu in het wiel van zijn trainingsmaat. Maar er gaan er zeker nog wel een deel van achteruit komen. Daar hebben ze het parcours nog voor. Hè? Dat spreekt voor zich. Het parcours is nog, leent zich nog helemaal tot een sprong te wagen naar deze mannen toe. Van Asbroek die nu al alle zeilen moet bijzetten om hem aan te pikken. De Lage met zijn ervaring, wat meer body, dat lukt al wat beter. Daar wordt de sprong naar voren gewacht, is dat van Marke al? Daar lijkt het op, ja. Ja, met dat lichte wiegen in de schouders. Iemand van Abu Dhabi erbij. Iemand van Orica. Wat getwijfel hier. Ja, dat is Tibor. Ja, dan komt hij best van ver en heeft hij dat in korte tijd geklaard. Maar ja, het was daar samengetroept, dan zit daar ook wel wat logica in.
Dus Van Asbroek kan daar nog een handje toesteken aan Van Marken. Dat gaat hem ook doen. Dus het zou dus kunnen dat Van Asbroek dat gewoon via de oortjes binnengekregen heeft. Bevel is bevel. Laat je even uitzakken en breng hem vooraan. Interessante situatie, hè? Ja, een heel interessante situatie. Een aparte situatie een beetje. Een situatie die je niet direct zou verwachten. De mannen van Trek hebben zich een beetje laten verrassen. Hele sterke ploeg. Ook de mannen van Katjusha hebben zich laten verrassen. En Van Asbroek heeft alle moeite van de wereld om dat laatste 15 meter dicht te rijden. Maar komt nu toch aansluiten. En het is erg dat je het moet zeggen, maar het is een vaststelling. Ik zie andermaal niemand van Lotto Soudal. Durbridge is de laatste man. Daar heb je alweer Durbridge. Voor hem rijdt Sacha Modolo. En Van Marken is nu ook daar waar hij wilde zitten. Ja, Van Marken is goed zo. Heel aandachtig, de ganse dag al. Net gevallen, maar dan toch, of gevallen, ja, net voet aan de grond. Voor de Taaienberg en nu hier al terug vooraan komen postvatten. Ik noteer op 64 kilometer van het einde, zegt José, Van Marken is goed. Zinne? Ja, zinne. Ja, maar kijk. Van Avermaat die er alles aan doet om toch proberen weg te komen uit die greep van dat peloton. En Sagan die controle heeft. Ja, die daar in het wiel zit van, ik denk, Fellini. Ja, en die denkt dan op zijn beurt van, ja, los het maar op, jongens. En ja, als je het oplost, is dat voor mij dik in orde. Daar zit achteraan volk van Lotto Soudal. Ze hebben natuurlijk wel met veel pech af te rekenen gehad. Mocht u dat gemist hebben Sagan in het begin. Galopin is er uitgezwierd. Sagan gaat inderdaad zelf er naartoe rijden. Alsjeblieft. Met Stibart, denk ik, die meeglipt. Dat is ook altijd zo wat zijn koers geweest. Maar ze zijn niet zinnig om over te nemen. Kijk. Zo kun je hem ook isoleren, hè. Zie je dat? Ja, hij rijdt er naartoe. Trek dan de kas wat verder open. Zet de ellebogen wat verder uiteen. Krom terug nog wat meer. Maar voelt van, oh. Ah, zo zit dat. Dan ga ik weer even in de wachtkamer zitten. Even wachten tot de volgende beklimming. Christian Corin hier achteraan voor Cannondale. Ligt al blij dat hij daar nog zit. Al hebben we die bijvoorbeeld een aantal goede etappes zien betwisten in Paris-Nice. Weer vooraan naar Per op 63 kilometer van het einde. We moeten alweer een bladzijde omslaan in ons omvangrijke roodboek. Maar het mag duidelijk zijn, we gaan naar de Eikenberg. De geëffende Eikenberg, maar die dan toch voor de beslissing zorgde in Omloop het Nieuwsblad. Het is een kwestie van hoe dat je hem aanpakt. Hè. Sagan pakte hem daar heel sterk aan. De rest verkeek zich daar een klein beetje op. Dacht van, dat kan toch niet hier helemaal boven. 5 meter, 10 meter, 20 meter en weg waren de... Daar was de Ardoisier, dat ging best snel. Maar je moet maken dat je vooruit bent om niet in de penari te geraken op de Eikenberg. Of in het stuk na de Eikenberg, dus gas geven. En dan die cijfers, 48 seconden, dan weet je, ze zijn daar. Het is toch nerveus, Sagan. Hij zit daar vooraan en weet niet echt goed wat te doen. Die rode mannen van Trek zitten daar en die hebben niemand mee. Die zouden dus ook wel mogen rijden. Zit hier iemand van Sky? Nee, daar zit niet echt iemand van Sky. Dat is namelijk een ploeg die altijd wil rijden. Ja. En heel belangrijk hier, Pustelbergen rijdt mee. Ja. Maar nogmaals, daar was ik van onder de indruk in dwars door Vlaanderen. Dus heeft hij dat blijkbaar goed verteerd. Er is 18 seconden verschil tussen dit peloton en het achtervolgende peloton. Tussen de groep Gilbert en dan het peloton Bonen. Op de Eikenberg, u ziet de gegevens. Ja, naast die straks als ze terugkomen bij deze mannen Goujard heeft, die hier vooraan zit. Als die nog iets van tel kan zijn, normaal gezien zou je denken, ja. Maar hij beantwoordt daar niet altijd aan. Niet meer, nee. Nee. Alhoewel. Waarom zeg je niet meer? Vroeger was dat een zekerheid, ja. 2 jaar geleden. Het is vorig jaar wat minder. Was hem enorm jong, ja. Zeg een klein beetje voorbijgehold. Net blijkbaar, die bevestiging is ook telkens moeilijk, hè, om dat te doen. Dat eerste jaar kom je eraan onbevangen, zonder problemen. En dan een jaar later ken je de problemen en krijg je daar misschien schrik van. Gijs van Hoeken oogt nog altijd goed. 44 seconden. Ondanks het feit dat er nog een aantal goed gepositioneerd zitten in dit groepje, kun je al stellen, daar zitten er ook al een deel op hun tandvlees.
Van Asbroek lost. Ja. Is van berg tot berg gereden met Van Marken. Van Marken zit daar vlak bij. Die zat daar net voor. Ja, Gilbert die duidelijk de opdracht gekregen heeft om voor zichzelf te mogen koersen en de koers hard te maken blijkbaar. Bij Naassen was het. Dat zei jij een goede maand geleden. Het zal dus bij Gilbert altijd van ver zijn. Ik denk niet echt wachten tot diep in de finale, want daar komt misschien net die flitsende snelheid een klein beetje tekort, maar er op tijd aan beginnen. Modelo eruit. Ja, dan ben je mee, dan heb je er net alles gedaan, maar dan ook alles om erbij te zijn, om die sprong mee te maken naar voren en dan word je eraf gereden. Er zijn niet echt veel cadeaus meer voor sprinters, hè? Want nu Gent-Wevelgem ook nog een brok zwaarder geworden is. Zijn ook daar sprinters zo stilaan aan passen toe, hè? Ja. Cavendish, Kittel. Ja. Ook gisteren ook in Catalonië heb je daar dan een zogezegde sprintersetappe. Komt dan ze nog blijven een, er weg, hè? Komt dan nog een berg, ja, komt dan nog een berg op 6, 7 kilometer van het einde. Ja, en dan worden ook daar de meeste sprinters weer gelost. Boani wint dan wel, maar Greipel toch gelost. En dan ga je naar Catalonië voor die wedstrijd daar misschien een rit te kunnen winnen. Nee, dus... Dus voor een goed begrip, Greipel had dat al veel eerder beslist om in Wevelgem niet mee te doen. Ja, zit en werkt. Hier spreken we dus allemaal over verse nieuwe mannen. Hè? De rest allemaal overboord. Ik bedoel, we hebben hier een Van Marken, we hebben Durbridge erbij. En dan de vier die daar net de sprong of die bij elkaar gekomen zijn met Van Marken, met Gilbert, met Naassen. Ja, ik zat me eigenlijk een punthoofd te pieken. Wat bedoelt hij nu met verse mannen? Die uit het mannen peloton die, in, komen, die niet in Vlaanderen gezeten hebben. Nee. Deze man heeft daar wel gekozen. Ja, waaruit het peloton. Dwars door Vlaanderen, ja. Hier, Oliver Naassen. Ja, was hij daar? Mag ik dat even zeggen, José? Tweede in de sprint. Want anders raak ik het niet meer kwijt. Tweede in de sprint. Hij was daar dus vijfde of zesde. In dwars door Vlaanderen was Oliver Naassen zesde. Nog 60 kilometer, 14 seconden. Als je het mij vraagt, zijn Gilbert en Van Avermaat daar de motoren. En bij de beelden daar op de Eikenberg had ik toch de indruk dat Van Marken het heel even moeilijk had om aan te pikken. Maar dat kan maar een impressie zijn. Daar rijdt Modolo. Daar rijden nog wel een paar kanjers. En daar zit Sagan in tiende positie. Waar zit Bonen? Ik denk dat hij daar wat verderop zit, in circa 20e positie. Wat verspreid. Van die Martin op kop? Ja, denk het wel. Dan gebeurt er meestal wat met dat cijfertje bovenaan. Ja, maar die zal moeten beginnen werken dan, zogezegd. Hè? Ja. Als Christophe nog wil winnen. Ja, kijk. 7 seconden. Stuiven hier helemaal achteraan. Aan de start van het peloton. Daar in de buurt van de grote opgeschoten mannen van Katyusha. Dat moet Hollenstein zijn. Die komt van ver terug. Dat van die 8 seconden, dat mag u vergeten. Het zijn er wel degelijk 40. Dat is dan voor de koplopers en hun supporters een opluchting. Voor een goed begrip tussen de groep Gilbert en de groep Bonen. We gaan naar de koplopers toe met deze mannen. En daar zat dus dat verschil van 8 seconden. Zo is het simpelder. Durbridge in orde. Maar hoe lang nog? Naassen op dat wiel. Postelberger, moet je eens op letten. Hè? Meestal met een tandje minder erop. Ja, dat is de kunst. Hè? Dan ben je goed, meestal. Goujard, dat wil ik eens even meemaken. Goujard, die longt, die ziet daar naast ze zitten. En dat is een signaal. Ah, dat is mijn kopman. Kort overleg? Jawel, kort overleg. Renaat.
Ja, kort overleg. Wij weer in koers naar veel vijven en zessen. Maar hier wordt onmiddellijk doorgevlamd. Hè. En dan gaan die verse mannen hier het tempo de hoogte inbrengen. En dan ben ik benieuwd wat er hierna gaat volgen. De Belgische kampioen Gilbert dokkerend op de steentjes hier. Bepaalt het tempo. Springt daar even gezwind op het trottoir, op het voetpad. Ja, lijkt hier wel elke centimeter te kennen. Gilbert daar nu helemaal rechts op het voetpad. Rijdend dat bolt iets makkelijker. Mag dat niet, zijn hè? De trucken van de voor natuurlijk. Mag niet, hè? Nee, mag niet. Van Marken volgt dat. Mag niet. Nee. Nee. En nu omkijken. Postelberger die toch al een klein beetje begint te eten en te drinken. Die bij zichzelf denkt nee. Nou, dan op het Nieuwsblad was daar toch wel wat trammelant over geweest. Ja, hè? Klopt. Dat Sagan onder meer het slechte voorbeeld gegeven had. Dat zijn kompanen Van Marken en Van Avermaat hem daarin gevolgd waren. En kijk, Goujard onmiddellijk mee, ondernemend koersen. 51 seconden. Ja, afwachtend hè, achteraan in dat peloton. Maar op wat zitten ze te wachten? Hè? Team Sky. Wie zit daar nog? Katjusha. Katjusha. Kunnen Trek. We vooraan geraken? Trek. Kunnen we het ritme gaan bepalen? Ja. Want dit zijn geen sukkels natuurlijk. Nee. Wel, in tegendeel. Daar komt een van de topfavorieten, een van de drie sterrenmannen. Lotto Soudal. Als ze daar nog troepen hebben achteraan, dan zou perfect nog een organisatie kunnen komen in die laatste 25 kilometer. Hoe lang mag Gilbert hier nog meer rijden? Hebben ze daar nog betere mannen achteraan zitten? Die vraag kun je hardop stellen. Want ze zitten daar wel, maar hoe goed zijn ze nog? Het is niet omdat je daar een sprong op de Taaienberg doet dat je in die finale nog kruid in de benen hebt. Hè? Noem dan de naam Bonen als je het daarover hebt. Nee, ik bedoel Terpstra, anderen. Ja, wat doe je dan? Ja, Tony Martin. Daar zit Trent in. Maar dat is ook niet echt goed voor de feestvreugde, want dan wordt er een gat gelaten. Zijn dus ze nu nogal bezig? Wat passiviteit. En daar heb je de mannen van Bora. Ja. Die proberen dat gaatje te dichten op de mannen die ontsnapt zijn. Maar ik vraag me af, zijn ze nu bezig is Quickstep nu bezig om Sagan een loer te draaien? Dat is de Trentin die een teken geeft aan de man, tegen de man van Movistar Pikmarin. Kirsch zit daar in de tweede positie. Daar is die lange Luxemburger. Veelbelovend element. Tony Martin die vraagt om overname. Kirsch die kijkt eens achterom van... Oei, als ik van die moet overpakken, amai. Ja. Movistar komt hier met een bijzonder jong team. Pablo Lastra zit voor het eerst achter de stuur van de volgauto. Ah ja. Ken je hem nog? Ja, jawel. Stationsberg. De Ronde van Vlaanderen vaak naar beneden. Hè? En gevaarlijk. En weg dansten de bussen. Ja, en gevaarlijk. De drinkbussen. Ook nu, dit jaar weer Ronde van Vlaanderen, niet naar beneden. Goujard, nu komt zijn waarde helemaal naar boven. Renat. Masson is eraf en ook problemen voor Gijs van Hoeken. Maar de vreze gaat daar voorbij. Gijs van Hoeken riskeert in de problemen te geraken. Net als die man van Bahrein, Merida Per. Dat is een beetje de logica. Ja, deze man is ook al bezig aan de Stationsberg. Ze gaan al heel goed mee in het wiel van Trentin. Gaat er zelfs voorbij? Nee, toch niet? Als het puntje bij het paadje komt, ondanks het feit dat je luistert naar de naam Tony Martin, is het toch weer werkendag. Ja. Is ja, toch weer opofferen. Vorig jaar een leerjaar gekregen, een leerjaar gekend, zullen we maar zeggen, in de Vlaamse koersen. Sagan heeft dan onmiddellijk beet van als Kiers niet kan volgen, dan moet ik maken dat ik dat gat ga dichten. En dat ik daar naartoe rijd. En dan zijn de mannen van Quickstep wel zeer attent. Ja, dit is waar ze op gewacht hebben. Sagan uit zijn kot lokken en dan op zijn wiel springen. Ja, maar... En dan eens even kijken wat ze daar nu dan mee doen. Dat lijkt me Stijn van den Berg die daar in het wiel van Terpstra meeglipt. En Movistar, ja, ze doen hun best, maar ze zijn zo jong. Hè? Een hele jonge ploeg opgesteld. Trentin weert zich om de Stationsberg te overleven. Renat. Ja, intussen in het zog van de kopgroep op de Maria Borrestraat. Andere richting dan in de Ronde van Vlaanderen. Dus dat gaat in een gezwinde vaart bergaf. Gilbert en Van Avermaat, de grote tempomakers hier. Van Avermaat. Spaart zich voor geen sikkepin. Nee, het is, je zou gedacht hebben heel in het begin vroeg om dan onmiddellijk te reageren op Gilbert. Maar kom, ja, ze zijn er bezig. Hij heeft de koers opengegooid. Je kan niet meer terug nu natuurlijk. Krijgt dan een goede trainingsmaker mee met... voilà, Oliver Naassen. Oliver Naassen. En dan ook, ja, Van Marken doet zijn ding. Dus, als Van Marken uit dat dipje komt, dan gaat hij ongetwijfeld ook mee aan de arbeid. De Belgen doen hun ding.
En mocht Duibrits nog wat over hebben na dwars door Vlaanderen, dat is ook iemand die altijd wil rijden, zoals jij dat zegt. Ja, altijd. Duibrits is die als voelzak. Man om mee te hebben. Die rijdt altijd. Die rijdt als een man om mee te hebben. Hè. Zeker diep in de finale. Als iedereen begint te twijfelen, rijdt Duibrits nog altijd door. Maar dan is er dat terrein. Een enkeling die er tussendoor gezakt is. Masson, hè. En dan hier heb je dat verbrokkelde peloton. De slijtage is al een poos bezig. Bonen zit hier rechts in het hoekje. We verlaten Bonen heel even. Het is gaten en bressen dichten, ook voor John Degenkol. Hij zit daar in zijn dode eentje. Het is nog altijd Tony Martin die het tempo bepaalt voor Sagan. En daar heb je dan Terpstra. Je voelt aan het ritme van de pedaalslagen van de stem dat er vaart in zit. Ja, er zit meer dan vaart in. Veel vaart in. Het is een beetje het hoofd even opzij en kijken en dokkeren en hopen dat je bril niet afvalt. Wat doe je met Christophe? Wel, ik vraag me af waar Christophe zit. Ik heb hem voorlopig nog niet gezien. We zien daar wel een Tony Martin vooraan rijden. Vol gas geven, dus die moet daar toch ergens in de buurt zitten. Die sprint zeggen weliswaar voor de ereplaatsen in Milan-San Remo, dat moet hem deugd gedaan hebben. Want ik had de indruk in Parijs-Nice dat die sprint dat die wat afgebot was. Maar na een lastige koers. En nu, hè. En nu kan Tony Martin doortrekken. Krijgt hij steun. Die zou toch moeten steun krijgen van de mannen van Trek. Van nog een paar andere ploegen. Als ze daar al vooraan willen gaan komen. Want waar is Sky? Er zit daar een mooie groep voor. Was het reservemateriaal van Sky op? Denk het niet, hè. Na alle ellende? Denk het niet. Maar kijk. Ja, ja. Waar zitten ze? Ja, ze rekenen hier. Hier leggen ze de koers lam. Ze leggen de koers lam en hier kijken ze vol. Daar zit Trentin, daar zit Van den Berg. Van den Berg, ex-ploegmaat, die kent die mannen allemaal door en door. Dan gaat Colbrelli maar. Ja, maar die gaat op het wiel van Degenkoop. Dat is een slecht teken, jongens. Als die mannen het zelf moeten gaan doen. Dat is een slecht teken. Als die mannen het zelf moeten gaan doen. Die zijn hun helpers al kwijt, die zijn al opgesoupeerd. Dan moeten ze het zelf gaan klaren. Oei. Renaat. Ja, Van Avermaat heeft een rondje diplomatie achter de rug. Maand iedereen, ook de vroege vluchters, de vroege vogels, aan tot samenwerken. Gijs van Hoeken wil dan nog wel, maar kan hij ook nog? Hij zit er nog altijd bij in die kopgroep. Dat is mooi op zich. Het draait nu gezwind rond met Durbridge die naar de kop komt. Gilbert die echt wel ongelooflijk veel kracht uitstraalt. Pustelberger, toch zo'n beetje de revelatie van de jongste kasseikoersen. Dan Goujard die nog zijn beste duit in het zakje doet. Naast naar het wiel van Goujard. Van Marken bijtend op de tanden. De vrezen met de tong uit de mond. Ja, het scheurt hier nu gewoon. En dan moet Van Avermaat dat gaatje dichtrijden. Je ziet de vermoeide, de stervende zwanen in die kopgroepen. Ook Van Marken moet zich dubbel toeplooien. En dat is allemaal gebeurd onder impuls eigenlijk van Naassen en Goujard. Die daar even de kopgroep deden scheuren op de N60 hier rondgebied Nieuwkerken. Naassen is beestachtig sterk. Maar blijft dat zo? Want het is een verschrikkelijk afmattend ding. De recordbank E3 Harelbeke. Nou, je moet hier eens kijken. Van formatie is geen beeld meer. Hè. De renners rijden overal over de weg. Breed, links en rechts. Aanvallen, stilvallen. Waarom deed Os daar een poging om de vaart erin te krijgen? Waarom? Ja, dat moet je mij eens zeggen. Omdat hij hier de twee voorbije jaren tiende geweest is. Ja, daar hebben we echt wel niks aan. Hè. Feline. Met Dillier. Waarom, in godsnaam? Ik begrijp het niet. Ze hebben de kopman vooraan zitten. Het is toch zomaar geen semi-kopman. Lijkt me toch wel de kopman te zijn. Dat is Per die voorbijgereden gaat worden. Er zit de Chavanel ook. Didier, inderdaad. Ja, die gaat in principe niet rijden. In principe, zeg ik, want soms weet je het ook niet meer. Nee. Als ik dat allemaal zie, die mannen zitten op 50 seconden. Deze ben jij een man van principes? Deze man op 55 seconden. Laat maar zeggen, Michel. Ben jij een man van principes? Als het moet, wel, ja. Sagan die zich nu een beetje gedijst houdt. Doe eens een voorspelling op 52 kilometer van het einde. Waar draaien we op uit straks? Ik denk dat deze mannen voor de overwinning rijden. Gaan we noteren. Hoe laat is het precies? 4:04. Zegt ja, de kouwer, deze rijden voor de overwinning. Ik zie er niet veel gretigheid meer achteraan eigenlijk. Ja. Ik vraag me af, er zijn een deel ploegen die volop mee hebben. Ik zie vooral loszand. Ja, dwars over de weg. Er is geen organisatie of hebben ze schrik en wachten ze. Alle korrels spatten uiteen. Ja, je gaat nu naar de... Je moet nog naar de Paterberg, hè? Je moet nog naar die Paterberg en dan de Oude Quarmo. Wat gaat er dan nog overblijven de van de fraaie die... partituren moeten nog gespeeld worden. Wat gaat er dan nog overblijven van die achtervolgende groep? Kan je daar nog over knechten spreken? Of zakken ze er allemaal door?
En dat bij goed weer. Want soms gebeurde het wel eens in de E3, in de geschiedenis, dat er toch gesprint werd met een groepje van een man of 30, hè, bij goed weer. Ja. Zoals Bonen bijvoorbeeld dat deed in 2004. En ook bij zijn beurt in 2012 voor Freire. Oliver, toch eens af en toe nadenken. Ik kan natuurlijk niet meer gaan rekenen op de mannen die daar achteraan bengelen, die al die vroege vlucht in hun kuiten voelen. Ja, zie je dus heel goed mee. Met Goujard erbij. Pustelberger, daar zal je nu de volgende kilometers ook niet veel meer aan hebben. Nee, maar die gaat toch wel een beetje moeten passen, denk ik. Had zijn flimmes en hier valt het gerustel, want alles is terug samengekomen. Ja. En terug de mannen van Katyusha die naar de kop gaan. Dezelfde man, Tony Martin. En Os. Iemand moet tegen Os zeggen dat hij straks niet meer mag overnemen. Ja, iemand moet gewoon zeggen, zeg Van Avermaat is mee. De Volder. Is dat de Volder? Ja, dat is de Volder. Ja, dat is de Volder. Dat is een opluchting voor de ploeg van Nick Nuis. Ze hebben er eentje mee. Bij de achtervolgers dan toch. We gaan naar de minuut. Ja, en Tony Martin gaat dat ook stilaan beu beginnen worden. Hè. We hebben natuurlijk die fase. Die fase gehad waarin de ene lekke band na de andere kwam. Of de railleurs die naar de Filistijnen waren. En dat heeft veel troepen uitgedund. Dat heeft inderdaad veel troepen uitgedund. Maar toch zie ik hier nog wel... Alleen daarnet zagen we daar boven op de Taienberg toch wel voldoende renners van Trek vooraan. We hebben er ook nog een deel andere ploegen gezien. De mannen van Lefebvre. Die hebben uiteraard misschien wel de kopman van vandaag mee. Misschien de best probleempje hier is dat... Is dat Van Hoeken vooraan? Dat is Van Hoeken, ja. Dat is echt jammer. Je bent dan mee en dan krijg je dit. Dat kan ook anderen overkomen. Hè. Je moet in E3 ook wel wat geluk hebben. Daar is de minuut. Dat doet hij dan weer goed. Eten, drinken, ja, dat is altijd een heel belangrijk punt. Hè. Als een renner die vooraan op kop rijdt, begint zo, te drinken... Dan uit heeft het grote hoofd. Wat ligt daar? Zie je een restaurant of zo? Nee, of... kijk, die streep omhoog. Is dat Koppenberg? Dat is de Koppenberg. Ah, ja. Dat is Melden. Omdat je meestal zegt, ja, kijk daar, ik dacht aan een restaurant, een kerk. De Koppenberg, of een kathedraal of zoiets. Het is de Koppenberg, ja. Hier is de Volder. Het is nog wel eens gebeurd de voorbije jaar dat de Volder plots zijn kopje boven water stak in deze koers. Ik herinner bijvoorbeeld een jaar of twee geleden een goede passage op de kassei van de Varend in Kaster. Ik krijg hier onmiddellijk twee afstoppers natuurlijk op het wiel met Dillier en Stijn van den Berg. Op grond van de uitslagen van Oliver Naassen moeten we nu al stellen dat AG Desert daar een hele goede zaak aan gedaan heeft. Ja, en mijn naasten naar de meet komen. Pas op, we moeten nog 50 kilometer rijden. Hè. Maar ik bedoel maar, mijn naasten naar de meet komen. Maarten Wijnands zat met een leegloper, dacht ik. Ik zag hem wat wippen. Hij is aan het testen. De Volder zoekt steun. Voor een goed begrip, Maarten Wijnands voor Lotto NL Jumbo. Al een aantal jaren. Trentin daar dan naartoe. Stijn van den Berg op zijn beurt ook. Os en Didier doen dat ook. Ook Tony Martin, u hoort het, dat zijn vaak dezelfde namen. Daar zitten afstoppers bij en een paar ondernemende geesten. Maar die zitten wel op een minuut en één aan te kijken. Het kan natuurlijk nog wel het een en het ander gebeuren. Als ze dit binnen de minuut kunnen houden, dan krijg je na de Kannemelkbeekstraat nog 30 kilometer te gaan. Dat is waar. En daar is nog heel veel organisatie mogelijk. Hè? Ja, maar vorig jaar zijn ze daar met z'n tweeën weggereden. Dat waren dan de sterkste in koers, Kwiatkowski en Sagan op de Karnebelbeekstraat. En toen lagen daar ook nog 30 kilometer te wachten. Ja. En die hebben het wel volgehouden. Ja, hè? Ja. En als je het mij vraagt, zit de wind gunstig. Ja, wind in de rug, hè, naar het einde toe. Felline dan maar. Maar dat zijn van die eenmansoefeningen, daar kom je niet ver mee. Je dan, komt daar, ja. Dan moet je dan een overstap maken naar het... kunststuurman. Tweemanswerk. Ja. Ja. Dubbel. Zonder stuurman. De brug met gelijke leggers. Niet ongelijke, José. Oh, dan mocht men niet uit of dat gelijke of ongelijke leggers zijn. En kijker sms't mij. Ze maken er een training van. Ja, meneer of juffrouw. Hallo. 45 per uur. Hallo. Bind je schoenen maar vast en kom maar even meetrainen. Ja, dat moeten we nog meegeven. Het eerste uur, ondanks veel tegenwind, 43,5. En het tweede uur, 46,7. En dan hadden we toch al een paar heuvels achter de kiezen.
Dit is de E3 Haarlembeke. Dit is een koers die bulkt van de grote namen op de erelijst. Het is vooral Rick van Looy die met 4 overwinningen ervoor gezorgd heeft dat deze koers aan aantrekkelijkheid won. En als je het mij vraagt, hebben die van Sky een roddag. Ik zag Moscon daar zitten, maar heel ver van achter. En hier draait het goed rond. Ja, en helemaal achteraan in het peloton zag ik daar de man met rug nummer 141, Lars Boom. Dat heb ik ook eigenlijk wel een klein beetje geel aangeduid in de hoop van... Ja, het is al een aantal jaren dat we vaststellen bij Lars dat hij speculeert. Hè? Misschien wel de strafste in dat onderdeel van allemaal. Die koers en die koers. Vlaanderen en Roubaix. De rest telt niet. Tja. Een tendens, José. Is niet alleen. Nee, ik zou toch proberen om eerst een andere koers te winnen. Voor te beginnen al. Hè. Maar ja, in één keer als je dan in één keer gaat voor het grote. Fabio Fellini. Ah, het zijn nu wel de mannen van Katyusha die informatie. De man of drie. Met een mannetje van Bahrein in steun. Bahrein Merida. Er zitten er met name een faam in zo'n peloton. Die hier voor het eerst aan de start komen. Bijvoorbeeld Colbrelli. Door het feit dat hij in wat kleinere Italiaanse ploegen blijven plakken is de voorbije jaren. Die komt hij voor het eerst meedoen. Dan heb je een probleem. Ja, uiteraard. Maar ja, je moet één keer de eerste keer iets doen. Hè. Of aan de start komen. Is wel een man van 26, dan is het al laat, hè, José? Ja, dan heb je lang gewacht, ja. Het is Niels Polit. Christophe dan is heb je, daar. Dan hebben we Tony Martin. En dan hebben we uiteindelijk dan toch Alexander. Hij is hier precies niet graag. De winnaar van Milan Sanremo, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En hier... Lars Antonius, Johannes Boom. Met voor hem Ferrer. Je weet hier wel de weg natuurlijk. Voor Dimension Data. Ook niet meegedaan in dwars door Vlaanderen. De enige twee Pro Tour ploegen die voor de koers van Carlo Lambrecht, de organisator, paste. Sky en DDT. Of nog een grote team groep Dimension terug. Data, zo moet ik het zeggen. Boom dan ook nog eens met pech. Was dat wat er scheelde? En was dat de reden waarom je achteraan zat? Is dat de mechaniker van dienst? Renat. Ja, hier op die kronkelende wegjes ziet het peloton nog altijd de kopgroepen rijden. Van Avermaat die kijkt dan ook bij elke bocht achterom in de hoop een glimp op te vangen van die achtervolgende groep. Maar hier lukt dat op dit eigenste moment niet. Eens kijken waar we hier zijn. Dit is de Kalverstraat met de Biestraat. En de kopgroep die slingert zich op weg richting volgende helling van de dag. Het moet de achtervolgende groep een beetje hoop geven dat ze af en toe nog visueel contact hebben met die kopgroep. Maar de snelheid waarmee deze kopgroep hier over die wegjes rijdt. Het is fantastisch om te zien. Nu een klein beetje trager. Het loopt hier wat op. Van Avermaat daar helemaal voorin met Gilbert die een beetje achterom zit te kijken. Het is schitterend omvolgen. Prachtig decor. De zon die erdoor priemt. Schitterend lenteweertje. Wat een prachtige E3. Laten we hopen op een zinderende finale. We gaan richting Paterberg. Want ze doen het echt wat haaks, hè? De mannen van E3. Ze doen alles andersom. Eerst de Pater en dan de oude Kwareman. Dat hebben we toch al een tijdje in de gaten. Hè? Ja. We gaan inderdaad straks naar de Lamonstraat, de Kalkoverstraat. Dat zijn allemaal namen als klokken. En dan weet u dat we in de voorbereiding zitten van de fameuze Paterberg. Top van de Paterberg op een goede 42 kilometer van het einde. Dus het gaat niet zo lang duren. En dan komt hij eraan. Dan zou het wel eens kunnen dat de mannen van de eerste vlucht daar overboord moeten. Ja, dat de mannen van de eerste vlucht daar overboord moeten en dat er ook in het peloton heel veel knechten overboord gaan gaan. Of ze zouden moeten beslissen om rust te gaan in het peloton. En dat zou ik als ploegleider doen. Rust te gaan naar boven te rijden, geen brokken maken. Met z'n allen boven komen, zoveel mogelijk troepen sparen. Om dan pas in de laatste 25 kilometer een alles of niets poging te doen om dan toch nog terug te komen met die snelle Christophe. Wat de ploegleiding van Quickstep nu doet... Is dat een soort van geloof en eerbetoon aan de man hier in beeld, Gilbert. Belgisch kampioen, groeit, dat zie je duidelijk. Daar ga je niet op jagen, die geef je voluit zijn kans. Ik denk dat het inderdaad zo is. En te meer denk ik niet dat ze zeker zijn dat ze een overwinnaar achteraan zitten hebben. Als het op een sprint aankomt of als het op een finale... beklimming aankomt. Maar zeg nu zelf, een tweede man, zoals dwars door Vlaanderen daar het geval was, die hadden ze hier wel kunnen gebruiken. Oh, die hadden ze hier zeker kunnen gebruiken, maar dit is dwars door Vlaanderen. Ja? De betere renners zijn hier, die waren in dwars door Vlaanderen ook aanwezig, maar hier zijn nog betere renners aanwezig.
En de finale lijkt mij toch nog wel een pak zwaarder. Dus ja, benieuwd wat dit hier teweeg gaat brengen. Maar wat mooi is dat het een open koers is. Dat er gevlamd wordt zonder veel omkijken. Dat ondanks de aanwezigheid van de grote. Want vaak heb je dan imponerende blokken die zich manifesteren en die vaak het blok erop leggen. Ja, maar ik ben benieuwd wat ze hier gaan doen. Als ze rustig de paad erover rijden en rustig de oude warm op tempo en zorgen dat ze niet te veel renners overboord gooien, dan kunnen ze nog over grote troepen beschikken en dan hebben ze vooraan een probleem. Hè. Je komt nu op je woorden terug, nee, zei op 50 kilometer van de streep, ik heb het genoteerd. Ja, dat was 4-4, de winnaar zit vooraan. Dat is natuurlijk het makkelijke, maar als ze de koers slim spelen, hebben ze vooraan een probleem. Als Sagan hier straks de koers gaat openbreken, dan blijven ze weg vooraan, denk ik. Hij kan de naam uitspreken, dat hebben we vanochtend getest. Karnemelkbeekstraat, hij zei het vlekkeloos. Het is Nicolas Maas. Dat is nog altijd Feline. Op 1 en 11. Feline eindigde hier als neoprof in 2010. Tiende. En was toen, zeggen en schrijven, 19 jaar jong. Dus de Cousteau, hè. Dan zegt iemand, als je nu echt een allrounder wil noemen, dit is echt een allrounder. Kan bergop rijden. Nu ga je over de Vuelta beginnen. Ja, onder andere. Ja. Ik kan een goede tijdrit neerzetten. Ik kan over de kasseien rijden. Als je me naar de meet komt, moet je nog snel zijn ook. Een goede renner. Wat Kin en u doet, is niet echt verstandig. Misschien willen ze zich onderscheiden bij zijn ploeg, bij het Trek. Want je hebt daar Stuyven, je hebt daar Degenkoop. De namen waar het altijd over gaat. En willen een plaats opschuiven in de hiërarchie. Maar dan niet op die manier. Hè? Ja, José. Maar ja, je moet een manier zoeken. Hè. Rij dan in beeld. Hè. Ja, klopt. Ja. Iedereen heeft zo zijn klein tussendoeltje. Ja, weet het. Renaat. Ja, we zitten in de Kalkovenstraat en dan weet je waar we naartoe gaan. Het bordje Paterberg zijn we voorbij geknald. De ziedende vaart richting voet van de Paterberg met Van Marken die het tempo bepaalt. Het is stofvreten daarnet in de Kalkovenstraat. Dus het is wat anders in deze omstandigheden. De Paterberg doemt op. Ik zie de mensen al rijen dik staan. Er staan al VIP-tenten klaar. Ook voor volgende zondag. Niet nu zondag, maar dan de zondag daarop. En we gaan dus nu het pakketje Paterberg-Oude Quaremont in omgekeerd de richting doen van de Ronde van Vlaanderen. Vooral benieuwd wat Laurens de Vreeze hier nog kan. Of die nog kan aanpikken. Taco van der Hoorn. En hier is Sagan tegen de grond gegaan. Is net weer rechtgekreffeld. Daar zien we ook Julien Vermoten met het nummer 15. Daar zit ook tegen de grond voor Astana Oscar Gatto. Dat is ook een van de subfavorieten. En een goede geest wil ze allemaal helpen. Ik denk dat ook Kiers daar staat. Het is dus ook Sagan overkomen. Pech hebben. Daar gaat hij eens even checken bij Gatto hoe het met hem gaat. En hoe is dat dan gebeurd? Daar, ergens rechts in beeld. Daar, midden op de rijweg. En renner van Aju Désert kwak met zijn helm tegen de macadam. Zo hebben we Cancellara er ook wel eens een paar keer langs de kant zien staan in deze wedstrijd. Ja, dat mag je wel zeggen. Dus, Allee, vooruit. Dit is de Paterberg. En daar was Gilbert twee dagen geleden ook al dik in orde. Daar komt Laurens de Vreeses mee vooraan. En Nick die zei van, zou je nog mee kunnen? Alsjeblieft. Als je dat allemaal kan. Dat is knap, Laurens. Renaat. Ja, toch. Toch scheurt het hier in die kopgroep. Gijs van Hoeken met een moeilijk momentje. Je zou voor minder Gouchard. Zijn pijp is hier ook langzaam en vooral heel zeker aan het uitgaan. Gilbert heeft dat nu weer overgenomen. Gilbert die grandioos de sprint naar de voet van de Paterberg voor zijn rekening nam. Met een slinksmanoeuvre rechts binnendoor nam hij als eerste de bocht. En hij zit daar nu op kop en hij verdwijnt uit mijn gezicht in het zicht van jullie camera daar. Motor 1. Met iedere inspanning die hij levert haalt hij een hoger niveau. Zo is dat bij Gilbert. Het is nooit anders geweest. Ja, een beetje een raar manoeuvre van Laurens de Vreeze, die daar toch redelijk goed zat in zesde, zevende positie. En daar in één keer over de kassei naar voren kwam, voor Gilbert uit. En Gilbert die vond het dan nodig om toch terug te komen. En de Vreeze is nog altijd maar mee. Maar is wel mee. Ja, ja. Als enige van die groep van zes. Zat daar net een klein beetje. Heeft een klein lastig moment. Het is Van Hoeken. Die kan misschien nog hopen dat het stilvalt. Maar is dat geen ijdele hoop onderweg naar de dat oude Quaremont? Dat kan niet meer lukken, denk ik.
En dan gaan we nu straks met belangstelling uitkijken naar wat ze in dat peloton doen. Wie zijn daar de sterke elementen? Wie gaat daar nog een bommetje gooien? En wat blijft er nog van over? En als je dat dan gooit, rij dan op die manier de boel niet aan flarden en de hoop om terug te komen. Ja. Dus zegt Trentin, ik ga dat op deze manier doen. Met Luke Rowe, met Os. Als een standbeeld boven de rest uit. Daniel Os uit Trenten. Hapering daarachteraan in de goot. Trentin, overigens, zeg maar een buur van Os. Zelfde regio in Italië. Rowe, in tegenstelling tot de omloop, het Nieuwsblad bijvoorbeeld. Vooral die van vorig jaar, wat achter de feiten aanhoudt. Hier boven het bochtje nemen. Dicht bij het huis van bondsvoorzitter Van Damme. Geen tijd voor een kopje koffie. Ja, 40 kilometer nog. Vierde, vijfde man boven. Allemaal goede mannen hier vooraan, maar wel met een kopman. En is Sagan nu pas weg? Ja. Dat is over en out. Pfingsten is de man die hem op pad helpt. Ai. En dan nog op de verkeerde manier. Hij is nog niet helemaal opgelost. Kiers die daar nog altijd staat, op rechts. Is er wat aan de versnellingsapparatuur? Of is het vooraan te doen, de rem, of wie zal het zeggen? Gaat hij dat zelf allemaal oplossen? José? Ja, het is over en out. Ja, daar moeten we nog niks niet bespreken natuurlijk. Dus het is gewoon ergens naar een punt rijden. Om van daaruit rechtstreeks naar Aalbeke te komen. Peter de Grote voort. Klapt daar zijn remkop wat recht. Wat gaat hij hiermee aanvangen? Is het nog zinvol om door te rijden helemaal tot Harenbeke of gaat hij richting hotel? Ik denk zo rap mogelijk richting hotel. Een wagen opzoeken die daar ergens misschien geposteerd staat of richting... En hem dan proberen zo snel mogelijk in het hotel. Kijken of er wonden zijn. Verzorgen. Van Marken is er doorheen. Hij is mee de motor. Renaat. Ja, altijd een belangrijk moment bij zo'n kopgroepen in zo'n Kassei-klassieker. De ploegleiders zijn tot bij de kopgroepen geraakt. En de eerste was Wilfried Peters in een poging dan om Gilbert te bevoorraden. Maar dat lukte maar half, want hier gaan we naar de Broektestraat. De oude Quaremont zit er aan te komen met de zeven verse mannen van daarnet, José. Ja. Ja, het zijn inderdaad de zeven verse mannen. De goeie, de betere. De kanjers, zullen we maar zeggen, met nog altijd daarbij Laurens de Vrezen. Gilbert die daar een wondje likt, of was het een suikertje dat blijven hangen is bij het laatste snoepje dat hij tot zich nam. Durbits die daar wat proest, we begrijpen dat wel, maar Durbits die rijdt altijd. En gaat dus in op de uitnodiging van Sepp van Marken. Renaat. Ja, jullie hebben gelijk natuurlijk. De Vreese is geen verse man. Maar hij rijdt zo goed dat hij mij de indruk geeft een verse man te zijn. Hij oogde daarnet ook nog bijzonder vol vertrouwen. Zat te knipogen op het moment dat hij werd bijgebeend door de verse mannen. Dus de Vreese in super doen. Daar is Lotto Soudal dan toch nog in koers. Het is Tish Benoot die hier wenkt. Kom, pak ja, over Combrelli. Twee man van Ethics met Trentin en Bono. En dan Michael Valgren Andersen bij de belofte tot twee keer toe winnaar van. Lijkt pas de nakkelak. Tweede in de Amstel Gold Race, ook al eens een keer. Heeft wel wat in petto, maar heeft nog niet die regelmaat. Ik vraag me af of ze daar net vooraan, wat ze met Gilbert zinnen zijn. Of ze daar vooraan niet gaan zeggen, jongen, houd u een beetje kalm. Speel het spel. Omdat je de volgauto zag opduiken. Ja. En die drinkbus was niet nodig, dus ik denk dat we een minder gretige Gilbert gaan zien. Spelletje meespelen. Daar rijdt hij aan het wiel van Greg Van Avermaat. Helemaal achteraan geposteerd. Van Avermaat die daar wellicht een glimp van opgevangen heeft. Misschien mede zat de luistervinken. Wat komen ze hier zeggen? De Vreese rijdt een goede koers. Ja, dikke koers, top, mocht u nu pas inschakelen mee in die eerste vlucht van 6. Daarmee vol aan de bak gemoeten. En nu nog uitstekend mee over de pater. Ja, dat is absoluut een sollicitatiebrief naar Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Mag toch hopen dat hij die plaats die vast heeft. Die moet er altijd bij zijn natuurlijk. Daar hebben we een paar gelosten. Goujard dan toch kwijt. En dan zoeken we wat verder in het veld. Hier in de aanloop naar de Quaremont. Een troepje waar het toch weer stilgevallen is. Renaat.
Ja, Van Marken in de problemen op de Oude Kwaremond. En ook de Vreese moet er nu af. En ook Durbridge moet daar de rol lossen, net als Pustelberger. En dat maakt 7-4. We hebben er dan ook 3 wielen. Wat is die naast zijn goed en van Marken? Ik had het niet mogen zeggen. Ja, misschien toch die problemen aan de rug of aan de ribben. Wat was het daar? Dat uiteindelijk toch te veel is. En dat maakt het alleen maar interessanter voor de peloton achteraan. En buikloop. Ja, ja, dat is helemaal een ander natuurlijk. Dit is niet zijn te verwachte niveau. Dus nog niet helemaal op snee. Want als we nu met 3 vooraan komen, ja. Maar we zijn bijna aan de E3-col toe, aan de Karnemelkbeekstraat. En nogmaals, ze hebben het al met minder gedaan, daar weggereden. Ja, ja, en weggebleven. Ja, 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 ja. En Naasten is zo goed dat ik vrees dat hij te goed is. Je kan ook te goed zijn, hè? Je kan te goed zijn, waardoor je onderweg woekert met je krachten en dan uiteindelijk op het einde tot de conclusie komt dat de krachten toch op zijn. Stuiven in beeld. Of is het Degenkolb? Het is Degenkolb. Degenkolb. Met Feline. Dat beeld dat we daarnet zagen van Stuiven helemaal achteraan. Oftewel heb je pech gehad, oftewel ben je toch iets minder. Een mindere dag. Ja. Naasten gaat daar dat aardestukje opzoeken. Van Avermaat met een forse ruk. Dit is een hoog tempo, hoor. Dit is gas geven. Kijk naar dat verschil. Dat groeit naar de 1.16. Gaan we naar de 1.20 boven. Ja, windschuin op de kop, links voor. Wat koerst die gretig. En zei hij zelf, ja, ik heb een probleem met deze koers op een of andere manier. Is die wat te kort? Een gebrek aan lengte in kilometers. En dat zijn die extra kilometers die ik nodig heb. Wel, daar wil hij vandaag echt korte metten mee maken. Een beetje prestige strijd hier vooraan, denk ik. Ja, dat mag je wel stellen. Jaren bijeen, met elkaar opgescheept. We hebben naast ze ook bezig gezien, José, in de laatste etappe van de Eneco Tour. En ook daar was hij echt superieur. Ja. En ook te goed. Ja, ja, inderdaad. Ja. Die vreugde straalt er vanaf. Dat willen bewijzen hoe goed dat je is. Dat hij toch wel die wielrenner geworden is die hij eigenlijk had willen worden. Ja, dat is fantastisch. Dat is mooi. Een kerel die van daaruit komt en dat nu bereikt. Chapeau. Os op het wiel. Deze van Avermaat zit op koers. Deze van Avermaat gaat zonder ongelukken een dijk van een Ronde van Vlaanderen rijden. Ja, en ook deze Gilbert zit op koersen. Dat is al langer gebleken. Voilà. We gaan naar Nat. Ja, laatste meters van de Oude Kwaremond. Van Avermaat die als eerste eigenlijk de bocht rond met Gilbert en Naasten in het wiel. En de mensen werden gek. De Olympische kampioen luid toegejuicht. En nu kijken wat de voorsprong gaat zijn. In elk geval is er niemand te bemerken in veld of wegen. De eerste achtervolger Pustelberger. Ik kan ook nog geen meegeven dat Van Marken voorbij de Vreese is gegaan. Maar ik denk niet dat hij nog voorin terug zal kunnen postvatten. Dit was een bijzonder korte beurt, Philippe Gilbert. Het was een akelig korte beurt. Ja. Ik denk dat ze... Ja, we gaan kijken. Hè. De volgende beklimmingen gaan we kijken. Op de volgende aflossingsmomenten gaan we kijken. Gilbert zal natuurlijk ook wel beseffen dat hij daar als Belgisch kampioen in een sandwich zit. Tussen twee kameraden, twee parelvissers. Ah ja, inderdaad. Maar natuurlijk... Leg eens uit, parelvissers. Ja, de parelvissers. Hè. De mannen die trainen langs de Schelde, de Durmen. Alhoewel ze daar nog niet veel parels gevangen hebben. Alhoewel deze twee al natuurlijk dat op zich zijn. Al de parels van de Schelde en de Durmen. Felle rukken van de mannen van Trek. Maar wat levert dat uiteindelijk op? 1.21. Dat is erg veel. Renaat. Ja, Durbridge doet een verwoede poging om terug te keren tot bij de 3 leiders. En ik denk dat de Australier met zijn tijdrijderscapaciteiten daar ook in zal slagen. Hij komt hier nu op 50 meter zowat van de 3 leiders. Dus Durbridge maakt er misschien een kwartet van voorin. Laat die maar komen, want... Die rijdt altijd door. Voilà. Die kunnen we gebruiken als 3 Belgen zijn. Dan staan we toch alle 3 op het podium en valt Durbridge er net af. Ja. Maar alhoewel de jongen van mij ook op het podium mag staan natuurlijk. Die doet daar inderdaad een terechte uitspraak. Want het is een beetje zoeken en tasten naar België in al deze wedstrijden. Hè? Zeg het maar zoals het is. Het is van 2012 geleden dat we hier nog wonnen. En dat is in alle grote monumenten zo, hè, hier bij ons. Voorlopig zitten we daar wel. Hè? Voorlopig. En wat zou ons doen twijfelen omdat we daar niet zouden blijven zitten? 1.21 krijgt de Australië, dat gaat dicht. Gilbert nu wel met een langere beurt richting alweer Ronsen.
Zometeen gaan we rechtsaf. We gaan niet door tot aan de Trieu. We gaan eerder rechtsop naar de Karnemelkbeekstraat. De E3-kol. Het is wat gevriemel, maar daar gaat zo weinig van uit. Als John dat nu al andermaal voor zijn rekening moet nemen. En Os die gaat de tempo drukken. Van Baarle zou die al weten wat er aan de hand is met Van Marken. Feline, ja, dat is logisch dat hij rijdt. Trentin gaat ook tempo drukken. Dit zijn de betere. Ja, dit zijn absoluut de betere. Een hele goede Van Marken daarbij, een hele goede Naassen daarbij bedoel ik. En we hebben sinds de Taaienberg Tom Boonen inderdaad niet meer gezien. Ja, nu net wel in dat tweede groepje, in dat achtervolgende groepje. Maar niet in een pertinente rol. Renaat. Ja, Durbridge blijft hangen en hij gaat er heel moeilijk geraken. En als je dan achterom kijkt, dan zie je in de verte op die lange strook hier bij het binnenrijden van Ronsen, die peloton, die jongens in het peloton rijden. Ja, dan is de koers nog zeker niet beslist. Maar de drie die ginder het volle pond geven. Durbridge, een krapachtige poging. Handjes losjes op het stuur. Maar ik vrees een beetje dat het vat af is bij de Australiër. Het probleem voor Durbridge is dat hem naar, dan richting die volgende beklimming rijden. En dat hem daar in principe tegenover deze mannen... Maar kijk dat nu eens. Hoe schoon is dat? Als bezetenen. Ja, drie formidabele renners die ervoor gaan. Mooi. Ook slim. Peuzelen. Ook slim. Nu doen. Nu doen. En dan maar hopen dat het niet te laat is. Want dat is een bijkomend probleem. In al die engte waar je doorheen moet, door al die nervositeit, ieder manoeuvre waar je iemand moet ontwijken, vergeet je dat fundamentele ding. Eten en drinken. Ja, inderdaad. Wanneer ga je inderdaad eten en drinken? Gilbert, die nu even aan de drinkbus gaat, daardoor Van Avermaat terug naar het wiel van Naassen doet rijden. Op de brede stukken. En Durbridge is weer wat verderop. Is weer wat teruggeslagen. Maar moet absoluut bij de betere van de tweedaagse gerekend worden als je de dwars door Vlaanderen erbij pakt. Jazeker. Nog iemand die achtergebleven is in het geweld. Ze liggen daar nog wel wat verspreid in die minuut en 12. Tussen de drie koplopers en dit pelotonnetje. Waar de grote en schrijnend gebrek aan ploegmaat hebben. Ja, we hebben nu wel drie man van Quickstep hier vooraan in deze groep. Dus die gaan in principe afstoppen. Voor Gilbert veronderstellen we. Nu nog veel meer dan een half uur geleden. Ja. Want er zijn andermaal een aantal grote mannen kwijt en Boonen daar inderdaad nu prominent in beeld. Met de Langeveld ook. En Dylan van Baarle. We hebben hier Boonen, Terpstra en Trentin, zeg maar in een meerderheidspositie voor Quickstep Floors. Tijs Benoot voor Lotto Soudal, Moeders hier alleen. Daniel Os, ploegmaat van, weet u wel. Michael Valkrein Andersen, solo voor Astana. Colbrelli ook alleen voor Bahrein Merida. Langeveld en Van Baarle zijn mee voor Cannondale Drepac. Konovalovas is de enige van de FDG. Gijs van Hoeken is opgeraapt. Die zat in een eerder manoeuvre. Een tegenkoop heeft de Feline aan zijn zijde. Ik mis Jasper Stuyven. Ja, daarnet in dat beeld, een paar een half uurtje geleden of iets meer zelfs, helemaal vooraan in die grote, helemaal achteraan in die grote groep, dat is geen goed signaal. Dat doe je niet als je ambitie hebt om prijs te rijden, ga je daar niet zetten. Dat is waar, maar dat kon hier een momentopname geweest zijn. Ja, dat kon inderdaad, maar we zagen hem ook niet opschuiven. Waar ook een regisseur moet pingpongen en ja, zo, die ook geen van de ene hectiek naar de andere. Maar hij deed ook geen poging om op te schuiven. Nee. Normaal als zo'n renner achteraan geraakt door een manoeuvre of door pech, dan zie je die al kijken van ik moet naar voren. Dat was een goed gehoord? Ja, wat is waar, ja, Renaat, ja. Ik wel. Ja, Durbridge heeft zich even rechtgezet. Hij kan de klus alleen niet klaren. Hij gaat wachten op die verduiveld sterke Pustelberger. Misschien dan met z'n tweeën een nieuwe poging ondernemen om van de drie opnieuw een vijftal te maken. Naar de Karnemelkbeekstraat. Laten we zeggen het tweelingzusje van de Trieu. Te vrezen met Van Marken. Ja, kennen elkaar natuurlijk. Het zal wel. Door en door. Sepp, nogthans flinterdun. Mescherp. Laten we voor hem hopen dat hij er doorheen komt.
dat hij bijvoorbeeld al een stukje hoger kan reiken in Gent-Wevelgem. Al is dat vroeg. Maar er is die ongeschreven wet. In de E3 moet je er staan, hè, als je in de ronde wil meedoen. Ja, inderdaad. Hè, omdat de meesten dan toch niet meer de driedaagse de pannen gaan rijden. Dus is dit wel een waardemeter. Hier heb je de klimmetjes, hier heb je alles wat er eigenlijk in een ronde van Vlaanderen in zit. Dus ja, dan kan er nog wel wat bij komen. Er kan nog wel wat bij komen. U merkt dat de vrezen op een Argon-fiets zit. Vroeger was Argon gekoppeld aan Bora, de ploeg van Sagan. Is veranderd natuurlijk. Als je Sagan heet, dan breng je een ander merk mee. Dan breng je Specialized mee. Ja. Specialized dus brengt Sagan mee in dit geval. Is dat bij Sagan nu Hans Grohe geworden? Niet naar Sagan zoeken. Die heeft pech gehad. Zou je nou eigenlijk iemand weten van die drie wie de beter is? Zou je iemand bijvoelen en die zegt zo van... Oeh, die doet mij pijn of die doet mij pijn? Of zijn ze nu alle drie even goed? Mocht u er nog aan twijfelen of wij over Kools beschikken, hier ligt hij. Dit is de plaats waar vorig jaar Kwiatkowski ging. En Sagan daar een antwoord op gaf. Hebben we een situatie gekregen waarin twee mannen vooraan zaten die elkaar door en door kenden. 10 jaar al. Van beide junioren. Als je dan wat opzoekingswerk doet, dan stel je vast dat Kwiatkowski Sagan daar toen vaak oplegde. Ja, dat was de betere, vooral bij de, in de... Ook in sprints, hè? Ja. In de, wat was het daar? De vredeskoers, hè? Kwamen ze elkaar vaak tegen, hè? Van Marken en de vrezen opgeraapt. Van Marken heeft hier nog wel twee ploegmakers zitten. Met Van Baarle, zeker? Of, en Langeveld. En Langeveld, ja. De mannen die aangeduid waren als wisselkopmannen, mocht het scheeflopen met Van Marken. En zit Christophe hier nog bij, of is het alleen... Fellini gaat weer een dansje plaatsen. Ik heb van Christophe niks gezien. Van Marken zit, of Martin zit hier nog, maar Christophe voorlopig heeft de oude Quarmo niet overleefd, denk ik. Zou Alexander Christophe de driedaagse de Pannekoks uit nodig hebben om op snee te kraken, of komt dat niet meer? Vraag het mij of ik weet het niet. Dus Christophe zag op een bepaald ogenblik wel degelijk aan het wiel van Martin zitten met er nog een compaan bij. Maar dat is ondertussen al zo lang geleden. Christophe zit nu in een groepje 4 of 5. Dus het veld, of wat daar nog van overblijft, uiteengeslagen over kilometers. Een paar kilometer dan toch. De vrezen krijgt het moeilijk. Lange beurt van Fellini. Wellicht in dienst van Degenkolb. Zeker in dienst van Degenkolb. Degenkolb die wel weet dat als de groten vroeger hier alle registers opendraaiden, dat hij moest passen. Op deze berg. Tanden op één. Ja, Fellini toch al serieus wat werk verzet. En dat al een half uur lang. Meer al zelfs. Zet er zo een paar achteraan en het is terug koers. Trentin uiteindelijk weer uitmuntend in de rol die hem het best past. Maak er een kopman van en dan wordt het een klein probleem. Ja, kopman zijn, dat is heel weinig gegeven. Zie Keurne, Brussel, Keurne. Heel weinig gegeven. En kopman zijn en winnen, dat is er nog minder gegeven. Zij stomen door. Ze hebben de laatste echte zware klimmen gehad. Er komt nog wel wat. Dat is dan de Tiegen. De Tiegenberg. Dan zijn we op 18,5 kilometer van het einde. We gaan dus nu naar de transitzone. Hier komen we boven in de buurt van de oude Quaremont. En hier gaan we duiken. Publiek. Kijk, dit is Vlaanderen voor de koers. Op een vrijdag. Dan weet u wat komt. Lijkt me een goede vrijdag. Dan beseft u dat het hier een nog grotere gekte zal worden als we hier volgende week passeren. Daar waarvoor die drangen kan nu al klaarstaan. Motoren genoeg. Beetje afstand nemen. 3 landgenoten. Afdaling Nieuwe Quaremont. Daar trekken we ons aan op. En het is bijzonder mooi dat iemand van de tweede lijn, die er vorig jaar al kwam aan kriebel aan die eerste lijn, dat hij hier bewijst dan dat hij daar zijn plaats aan het veroveren is. Ja, echt heel mooi. Oliver Naassen. Ja. Ik zou zeggen, we moeten er een boek over schrijven, maar dat gaat nog wel komen. Vanwege zijn voorgeschiedenis. Ja. Een laadbloeier, hè? Absoluut, ja.
de beloftecategorie eigenlijk mislukt. Niet echt geslaagd om binnen die leeftijdscategorie van 23 jaar zijn ding te doen. Al aan het werk aan de band. Gaan werken. En dan toch via kermiskoersen en andere toestanden. Toch nog aan een profcontract geraakt. Semi-profcontract bij Cibel. Dan Topsport Vlaanderen. Dan bij de Zwitserse ploeg. En van uiteindelijk niet. Cibel, dat was trainen na de werkuren. Hè? Ja, trainen na de werkuren. 1 minuut 30, Michel. Ja. Dus we komen nog eens terug op wat je zei om 4-4. De winnaar zit vooraan. Ja, omdat ze de situatie echt niet meer in handen hebben. Hè. De mannen van Quickstep gaan in principe niet rijden, want die hebben daar met de Kampioen van België toch wel een kanjer vooraan. Ze zien er daar allemaal de zinloosheid van in op Féline na. Al krijgen we nu nog een bijzonder lang stuk. Ja, en om nu, begint dit verhaal. Hè. Zit hier iemand bij die zich begint te sparen? Is dat de aanzet tot iets anders? Normaal gezien zou je zeggen nee. Deze drie die gaan door. Ja. Die rijden gewoon door. Ze zijn het ook, vooral Van Avermaet en Gilbert, de Olympische kampioen en de Belgische kampioen, ex-wereldkampioen, aan hun stand verplicht. Ja, maar Naassen ook. Naassen is zo iemand die gaat vol mee doorrijden. Je weet het al, hè. Laatste keer drie Belgen op het podium in de E3 Harelbeke. 1999. Peter van Petegem voor André Schmil. U weet wel, Belg. En Frank van den Broek. In dat jaar won Van Petegem in 1 week tijd, 1 week en 1 dag, en de E3, en de driedaagse De Pannen, en de Ronde van Vlaanderen. Frank van den Broeke werd naar die 3e plaats in de E3, 2e in De Pannen, en ook 2e in de Ronde van Vlaanderen. Dus ook toen loog deze koers al niet. Van Marken vraagt assistentie van de wedstrijd, dokter José. Ja. Ja, het is niet goed. Hè. Als het niet goed is, dan moet er de dokter bij te pas komen. Een echte goeie Van Marken zonder problemen, die zou hierbij gezeten hebben. Ja, die moet altijd bijblijven. Hè. Die moet er altijd bij blijven. En 3 mannen in deze groep voor Quickstep, dat zal ook wel deugd doen. Nog iemand vooraan. Ja, dan ga je met een bijzonder prettig gevoel richting Ronde van Vlaanderen. Ja. Dan weet je dat je de koers mee gaat kunnen bepalen. Ook voor Bonen gaat dat iets goed zijn. Goede surplus zijn. Of ze nu winnen of niet winnen, dat gaat het belangrijkste niet zijn. Het gaat een goede feeling hebben. Was wel degelijk naar hier gekomen in Harelbeke om ook nog eens mee te doen voor winst. Ja. Maar ja, de omstandigheden gaan dat natuurlijk veranderen. Dan moet je dat anders gaan bekijken. Want als ik goed ingelicht ben, werden Lore en de meisjes ook verwacht hier. Ja, dat kan allemaal en dat mag ook allemaal. En dat alle recht en reden natuurlijk. Want als je 5 keer deze wedstrijd wint, dan heb je alle recht om hier gehuldigd te worden. Dat zeker. Maar ja, ook Parijs-Roubaix zou zo mooi zijn. En er gunnen het hem zoveel mensen. Maar het gaat zo moeilijk zijn. Er mag niks gebeuren. Geen lekker band, geen valpartij. Niet dit, niet dat. En dan zit je nog altijd met die concurrentie. En dan, ja. Maar kijk nu eens terug in deze wedstrijd. De eerste impuls. Na de taaien. Toen de boel versnipperd is. Die kwam van Gilbert. Ja? Ja, ja. Die werd ingerekend. De tweede impuls was weer van Bonen. Ja. Die werd ook weer ingerekend. En dan is Gilbert gegaan. Ja. Een derde keer. En zo is de situatie ontstaan die we nu hebben. Ja, maar we missen... Instappen. Die... Ja, absoluut. Maar en wat me eigenlijk een beetje opvalt, tegenvalt, aan die achtervolgende groep, we missen daar een heel deel namen die we aangeduid hadden met de grote stift, zal ik maar zeggen. Teams vooral. Ja, maar ook namen. Ik mis daar Stennert. Ik mis daar een Christophe. Ik mis daar een Boissonnard. Ik mis daar een Stuyven. Laat ons eerlijk zijn. Sagan uiteraard, ja, door pech. Ik mis in blok Lotto Soudal. Ik mis in blok ook Katyusha. Al hebben die een bestje gedaan. Ik mis Team Sky. Als je die blokken aan het werk zet, dan krijg je een totaal ander verhaal. Maar ze zijn versnipperd. Mede door de hectiek en wellicht ook net niet goed genoeg. We draaien nu de kassei in Castro op. Voilà. En we gaan naar Nap.
Ja, we zijn daar net nog met het koptrio langs Jack Bauer gereden, die uit de koers is gestapt. Maar die Gilbert zag langs knallen en die goedkeurend toekeek de kerstverse kiwi van Quickstep Floors. Met de drie leiders dokkerend op de kasseien van de Varend. De heruitvinding van de Varend, kan je zeggen, dankzij de Nadar-hekken die nu in elke wedstrijd ervoor zorgen dat we op de kasseirug moeten blijven. Naassen die hier de stenen martelt. Naassen die een super indruk geeft, die gezwind door die bocht gaat met Van Avermaat en de Belgische kampioen in het spoor. De top drie fantastische renners. Oliver Naassen moet opletten voor dat overweldigende gevoel dat hij nu ongetwijfeld al bezit van amai, met wie ben ik hier op pad? Hè? Ja. Dat kan tot een soort van tussen-euforie leiden. Ja, Van Avermaat die er even tussen de benen kan kijken. Sorry Michel, van, is er iets aan de hand? Hopelijk niet. Ja, inderdaad, hij Naassen. Ja, de staphoek die hij gezet heeft, we zijn er nog niet helemaal uitgekomen. Maar dus waar hij eigenlijk vandaan komt, dat hele mooie verhaal van de kermiskoers in Puivelde daar. Weet je of dat nog herinnert? Nee. Zit aan een kermiskoers, rijdt weg in de kop, rijdt weg met een kopgroepje. Met daar een paar renners bij van Walter Plankaert zijn ploeg en ook een paar mannen van Hilaire van der Schuren. Hey, bij de kleine Sibel-ploeg. Die mannen nemen niet over. Omdat ze op een bepaald moment zien van oei, we gaan niet kunnen winnen met deze man erbij. Gaat bij die ploegleiders en zegt, zeg, hey, mannen, ik heb wel een dag verlof genomen. Hè? Ja. Als werknemer. Als werknemer. Hè? Ik ja. Heb geen een dag verlof voor gepakt. Hey, jongens, voor niet ja. te rijden. Jullie gaan toch wel meerijden. Ja. Die mannen rijden mee en hij wint de koers. Waarop Walter Plankaert naar Christophe Sercuy belt en zegt, ik heb er een gezien. Die moeten we zeker nemen volgend jaar. Ja. Ook al was die geen 22 of 23 jaar meer. Het is een open boek. En dat maakt het ook zo prettig om ermee te babbelen. Het is niet iemand die wat achter de hand houdt. Dat heeft ook te maken met het feit dat hij geen uitgebreid verleden heeft in de koers. Dat hij gewoon recht toe, recht aan kan praten. Geen blad voor de mond. Ja, zeg dan gaan beginnen verzorgen. En dan denk ik toch ook wel een klein beetje het geluk gehad van de man voor hem tegen te komen. Om hem daaraan op te trekken. Prebe van Ecke, Greg van Avermaat. In een serieuze groep gaan trainen. Weet je wat het ook is? Als je met Van Avermaat gaat trainen, dan moet je verdomme goede benen. Ja, dan moet je karakter hebben. Want als je dat niet in je lijf hebt en je wil hem toch volgen, dan rij je gewoon klink kapot. Ja. Ja, dat klopt. Dus dat is zoiets van, als je daarbij wilt aansluiten en je wil je daar ook nog mee gaan meten, dan word je ofwel beter ofwel stop je. En dan zeg je, zoek het uit, jong. Als je denkt van altijd een beste te proberen zijn. Daar rijden drie landgenoten, dames en heren. Oliver Naassen, Philippe Gilbert. Goeie wijn, wat oudere wijn, hoeft geen krans. En de Olympier bij uitstek, Greg van Avermaat. Voorsprong, 54 seconden op mannen op een tusseneilandje. En 2 minuten op wat er nog rest. Ja, die 54 seconden zullen op Durbridge zijn met Pustelberger. Banbreuk wordt gesignaleerd bij Trentin. Trentin in dat groepje op 2 minuten. Het groepje Quickstep. Dat daar afstopt. Waren misschien inderdaad een paar mannen. Daar heb je een weergave van het gebeuren bij Trentin. Een paar mannen die straks zullen zeggen, ja, het is uiteindelijk een goede training geweest, hè? Ja, en we hebben een deel van de rest in de luur gelegd. Ja. Andermaal. Ja, zeker. Tweede keer. Zeker. Ze hebben dat heel goed gedaan. Ze zijn bezig aan een goed voorjaar, om het zo uit te drukken. Maar dat doen ze meestal. De mannen van Patrick Lefevre. En goed begrepen dat ze het in blok moeten doen. Daar hebben ze de manschappen voor. En daar is die ploeg ook voor samengesteld. Er mogen er 8 meedoen. En als je dan weet dat er daar 4 bij zijn, die kunnen zeggen, maar ik ben kopman. Dan moet je goede afspraken maken, hè? Ja, maar er steken er dan toch een paar bij die een palmarès hebben om u tegen te zeggen natuurlijk. Dus onder andere deze Gilbert, Bonen, nog een paar andere. Dat gaat dan toch nog net dat tikkeltje makkelijker, denk ik. Als je ziet wat Gilbert allemaal gewonnen heeft, wat Bonen allemaal gewonnen heeft. Wat mezelf betreft, Gilbert overtreft mijn verwachtingen. Ja. Ik had niet gedacht dat hij hier bijvoorbeeld nu nog zou zitten. Ja, klopt. Helemaal. We gaan naar Naap. Ja, bij Wilfried Peters. Wilfried Peters, garantie op succes. Gilbert is rap, maar Naassen en Van Avermaat ook. Niet alleen dat, er zijn 2 goede vrienden. Dus het zal kat en muis zijn, denk ik. Ja, en dan zijn we hem even kwijt door een verkeersdrempel. Maar we gaan het gesprekje rustig hernemen. Nee, ik denk dat het zeker en vast nog een zeker lastige finale gaat worden. En
Ja, zowel Van Avermaet als Naas van Echt goed op de ref. Zijn ook twee vrienden, ook rekening mee houden. Dus, je zegt natuurlijk weinig. Gilbert alleen gaan op een bepaald moment, zijn er nog mogelijkheden? Ja, langs achteraan ligt het stil, dus ik kan het moeilijk een hele peloton achter Gilbert laten rijden. Oké, okay, dankjewel. Ik heb er niet alles van begrepen, jongens, hier door de omstandigheden. Maar jullie ongetwijfeld wel. Wij wel, wij wel. En ik lees vooral tussen de lijnen, naast het feit dat hij een paar keer over de vriendschap tussen Naassen en Van Avermaet praat, dat daar een opgelucht man achter dat stuurwiel zit. Een opgelucht man die weet van, we zullen er staan in de Ronde van Vlaanderen. En wij gaan de debatten leiden in de ronde. Ja, zeker. Zeker. En wat de uitslag ook wordt... Ik denk dat je hierbij moet tevreden zijn. Dat moeten we leren. Je kan niet zeggen van, ja, oké, we zijn met drie mee. Ja, en er wordt geklopt door die of door die. Ja, je kan toch moeilijk, Gilbert zijnde, nu stoppen met fietsen en alles beginnen gokken en een spelletje spelen op die drie achteraan. Dat zou belachelijk zijn. Dat zou belachelijk zijn als Quickstep zijnde. Dus ja, dan toch maar doorrijden en eerste, tweede of derde. Drie maanden geleden interviewden mannen van Sportza.be de wielerredactie onder leiding van Maarten Geens, Oliver Naassen. Luister goed wat hij toen zei. Als we met drie man wegrijden en Greg en ik zijn erbij, dan zal die derde zeker niet winnen. Ook al heet die derde Peter Sagan. Voilà. Dat is Naassen. Renaat. Ja, bij Valerio Piva. Valerio Piva, wat gaat er gebeuren? Ja, ik weet ook niet, maar alle drie die hebben de kans, dus we zullen zien naar de meet. Gewoon naar de streep gaan? Maar ja, nu die zijn aan de mareren, dus ik denk dat niemand zeker is voor te winnen. Zeker Gilbert niet, want die demareert op dit eigenste moment vol op het Vossenhol. En dan heeft Oliver Naassen het even moeilijk. Ging op de trappers lopen en gaat nu zitten. Dan moet hij echt diep in zijn karakterarsenaal tasten om dat nog te dichten. Van Avermaet, die ga je er denk ik niet zomaar afrijden. Die gaat zich echt vastbijten in dat wiel van zijn ex-ploegmaat, zeg maar concurrent. Maar zijn ze Naassen op die manier kwijt? Of gaat Naassen dan straks in dat dalengedeelte toch nog weer alles eruit persen om weer terug te komen? Zo zit hij wel in elkaar. Maar dit is toch wel een kloeke zet van een fantastische Gilbert die op die manier zichzelf ontdoet van een probleem. Ja, die inderdaad zichzelf probeert te ontdoen van een probleem, want ik denk dat Van Avermaet nu even niet meer gaat overnemen. En dan zou eigenlijk Oliver Naassen de kaart volledig Van Avermaet moeten trekken, want op deze manier bewijst Van Avermaet Naassen een dienst natuurlijk. Het zal ook zo wel zijn. Want hij is zelf over dat dieptepunt nu heen. Wordt nu nog natuurlijk ook gediend door deze afdaling. Maar opgelet, we gaan zo meteen richting Tiegem. En dat is een venijnig stuk, hè? Ja, straks krijgen we niet, denk ik, die rechtse bocht zeker. Waar Greg vorig jaar daar fel tegen de grond knalde. Of richting... tegen die struik aan. Maar hij gaat toch meerrijden. Richting Ingooigem, excuseer me. Een klein beetje van versteld. Dat hij toch nog gaat meerrijden, Greg. Ik dacht dat het hier was dat hem daar op die... Ergens een boomstronk beneden vloog. Zo tussendoor, op minder dan 18 kilometer van het einde. Dat klopt helemaal, want hij was eens een keertje mee in de finale met de betere Van Avermaet. En kwam dan hier in deze zone ten val. In de koninginrit van de Ronde van Catalonië. Luister goed. 1, Valverde. 2, Froome. 3, Contador. Valverde is leider. Ze raakt er nooit vanaf. Ja. Zelfs met of zonder UCI, boete of geen boete... Hij staat aan de leiding. Valverde, Froome, Contador. Valverde is leider. En Naassen is terug. En dat lijkt me net op tijd. Renaat. Ja, en hij deed dat plat op de buis in dat laatste stukje afdaling. Haast zonder bijtrappen. En dat is opnieuw het zijn voor een demarrage van Van Avermaet. Nu, Van Avermaet, die denkt van, oké, naast een keer terug. Ik ga er nog eens een zweep op leggen. Ze rijden daar helemaal links. Scheurend langs die vrachtauto. Dat zien we niet graag gebeuren, maar het hoort bij de koers. Op die manier kun je natuurlijk een vriendschap aan Vlaanderen rijden. Ja, het is inderdaad een niet wat raar manoeuvre. Ja. Het is echt, hoe zeggen ze dat, hard tegen keihard. Weet Greg dat Naassen het allergrootste gevaar is? In de sprint misschien. In de sprint? Ja, dat weet hij beter dan wie ook. Dat dacht ik ook, ja. Dus kan je af en toe ook wel eens gaan afmatten? Zelden gezien zoiets. Ja, inderdaad. Dit hebben we nog zelden gezien. Hij schuddebolt, hij zit ermee. Dit had hij niet verwacht.
Hellingen zijn nu weg. Opgelet. Ja. Dit is een golvend stuk. Gaat op en af. Maar veel gelegenheid om er van weg te springen, dat is een ander paar mouwen. Die zijn er niet veel meer. Renat. Ja, de wind blaast hier in het nadeel. De weg loopt hier ook een beetje op. En ja, er wordt nu geloerd naar elkaar. Je ziet het vuur in de ogen, bij manier van spreken, van Avermaat en Gilbert. In deze situatie, dan moeten ze om te beginnen voorop blijven natuurlijk, wat reëel is. Maar toch, ze beginnen te slabakken. Nu al een beetje te spelen, te pokeren. Dat is vroeg. Het is nog ver tot in Harelbeke. Is dat van Lerbergen niet? Nee, want die zit op de verkeerde fiets. Hij zit op de verkeerde fiets. Ah, zo. In elk geval dacht iemand in een volkomen gaaf pakje, ja, maar als we nog van Sport naar Vlaanderen. Gilbert van Avermaat naast hem zijn de namen op 16 kilometer van het einde. En we zitten nu in dat transitstuk. We moeten in Harelbeke geraken, weet u wel. Dan moeten we naar Vichten en naar Deerlijk en dan naar Harelbeke. Waar we de jongste jaren nog een ommetje maken in de straten van Harelbeke. Aan het eind, op 3 kilometer van het einde, de Berkenlaan linksaf, Acacialaan linksaf, Stazegemse Steenweg. Aan het Forestierstadion ligt de aankomst. Dat is nog een eind. Dat is nog een eind. Dit is meestal de strook waarop mensen op de motor gaan interviewen. Maar we hebben er al een paar gehad. Ja, we hebben er inderdaad al een paar gehad. En hier nog altijd Fellini. Ja. Het is geen concerto, het is geen muziekstuk. En, of wat het ook mag zijn. Ook geen film. Nee. Maar hij wil wel een rol vertolken. Hij wil onthouden worden. Na zijn verloop nog altijd niet naar de leiding gekomen. Hè? En dat maakt hem ook aantrekkelijk als straks een van de bepalende figuren misschien wel in de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaat, scherp. Mes scherp. Dit had zomaar een scenario kunnen zijn in het Belgisch kampioenschap vorig jaar in Lac de Zodeur. Daar had het ook gekund. Alhoewel, toen reden ze nog voor dezelfde werkgever. En zei Gilbert van, ik ga aanvallen. Als ik word ingelopen, is dat nu. En ze zagen hem niet meer terug. Nee. Hetzelfde was hem ook al eens gaan doen bij Welles. Met diezelfde uitspraak ziet dat je mee bent en Van Avermaat zat gevangen. Gilbert nog eens met de vraag van, wat denken jullie ervan? Van Avermaat die overpakt. Naassen die het spel speelt, kwam tekort op de Tiekenberg en was dan toch wel wat ontmoedigd door de acties van de anderen. Ja, maar op die manier stijgen zijn kansen toch in de sprints. Vraagt dan toch ook op zijn beurt wat assistentie. Hoe lossen we dit op? Zo voel ik me. Wat moet ik daar nu mee doen? Renaat. Ja. Bij Johan van Summeren, gelegenheidsploegleider bij AG Dessert, kan je zeggen. Johan, Naassen, wat kan er? Want ze gunnen elkaar het licht in elkaars ogen niet. Gilbert en Van Avermaat. Het wordt moeilijk. Het zijn 3 sterke renners. En ik zou niet durven zeggen, als ze naar de sprint gaan, wie gaat winnen. Maar ja, we hebben een kans, toch wel een mooie kans om te winnen, denk ik. Amuseer je een beetje voor die tweede keer in de volgauto? Kippenvel. Dat is ook te zien. Wel dus Johan van Summeren bij de wagen van AG Dessert, jongens. Ik meen niet dat er nog een kans is voor de parelvissers om samen nog eens op pad te gaan de volgende dagen. Maar daar zal dan toch nog een duchtig woordje gesproken worden. Er zal inderdaad nog een duchtig woordje moeten gesproken worden. En ik denk dat de vraag van Wilfried Peters aan Gilbert ook was, wat moeten we doen? Vooral om die andere mannen dat te laten horen. Hij pakt over. Ja. Om dat die andere mannen te laten horen, om een beetje van achteruit de schrik, de druk te zetten van anders dan laten we ze rijden. Hè. Kom. Ja. 2:16, 14 kilometer nog. Spelen. Rijden verdomme. En desnoods sprinten. Of een manoeuvre uithalen op zijn Geraint Thomas. Ja, die flitste nog weg uit een groepje van 4. Hè. Daar hebben we het hier nog gedaan. Hè. Cancellara die diep in de finale alles en iedereen verraste, waaronder Bonen. In een bocht. Bonen en Fletcher. Ja. Dat was in 2010, José. Ja. En toen was hij wel verdomd sterk. Ja, toen was hem inderdaad. Dat was de Cancellara-periode. Alhoewel die wel nog wel een paar jaren, andere jaren geduurd heeft. Er komt ook een Cancellara Classic. En dat is overmorgen. Een goede 4000 mensen gaan daaraan meedoen. Een drietal afstanden. De kleinste is om en bij de 80 kilometer. En voor de kloeken gaat dat naar 140 kilometer. En dat gaat ook over de bergjes hier. De bergjes die we vandaag gezien hebben. Of een groot deel daarvan. Een organisatie van Golazzo. Christophe Impens is daarmee bezig. En dat is dan weer de oom van Greg van Avermaat.
Zo komt alles samen in de koers. Zo komt uiteindelijk alles samen in de koers, ja. Daar rijdt de winnaar van de omloop het Niesblad. De man die de voorbije jaren echt tot een kanjer uitgegroeid is, was dat al qua inhoud en is dat nu ook geworden qua zegepralen. Heeft ook een paar keer Van Avermaat op de bergjes op een imponerende manier de forcing gevoerd. Echt flitsend. Ja, maar dan, eigenlijk zou je van alle drie gezegd hebben. We hebben ook een hele goede naaste gezien onderweg. Sommige stroken dat je dacht, hoe makkelijk rijdt die? Ook Van Avermaat een paar keer, Gilbert alle drie. Zouden we dachten zo van, ja, zijn alle drie even goed? Dan gaat Gilbert op de Tiegenberg, dat eigenlijk toch niet de lastigste beklimming is van allemaal. En dan plooit naasten. Zat jij hier, in het centrum van Haarlembeke, toen Schmil won? Schmil won hier ook twee keer. Maar er was die ene beurt van Schmil, die ging op de Tiegen. En dat had niemand verwacht, maar er reed er wel van weg. Ja, als je natuurlijk, zoals hier Gilbert zou weggereden hebben van deze twee man. Ja, als je ze met drie elkaar zo ver heeft afgemat naar het einde toe. En je kan wegrijden van twee waar je al een ganse dag mee voorop zit. Of al een hele periode mee voorop zit. Ja, dan ben je de betere. Dan is het ook nog heel moeilijk om terug te komen. Want dan begint er bij die twee toch altijd wel eentje te nadenken van, ja, oh ja. Het zal niet meer lukken, het gaat niet, mijn benen en zo. Dus dat is ook hier nu het geval. Het is een hele moeilijke situatie met drie. Nadenken was er nog niet echt bij in de omloop het Niesblad. Maar je zag toen al dat hij een goede winter had doorgemaakt. Omdat hij daar toch wel in zijn eentje een groepje of drie, vier oprolde. Vanuit een verloren positie. Is nooit helemaal vooraan geraakt. Maar wist dan toch nog een verre ereplaats uit de brand te slepen. We hebben een gelijkaardige dingen zien doen in Milan-San Remo. Tussen Cipressa en Poggio in. Maar daar is dan zoveel overmacht van Blokken dat het daar onmogelijk is om weg te komen. En Van Avermaat. Ja, er was altijd dat bericht in Tirreno. Het zit op niveau. Het komt allemaal wel goed. Maar er kwam geen overwinning uit. Ja. Maar dit is klasse. Het is ook zo moeilijk, hè? Als je gaat kijken wie er dan wint uiteindelijk in Tirreno. Dat zijn dan allemaal stuk voor stuk goede renners natuurlijk. En er is er altijd wel iets bij of een beklimming die net te zwaar is. Dat naast een body heeft, dat heeft hij bewezen met een zevende plaats in de omloop het Niesblad. Achtste in Kuurne-Brussel-Kuurne zaterdags. En dan vorige woensdag zesde in Dwars door Vlaanderen. Hij is ook een van de weinigen die zegt ronduit, ik ga voor alle drie. En Dwars door Vlaanderen en de E3 Haarlembeke en Gent-Wevelgem. Ja, kijk, als hij vandaag een half wieltje tekort komt, dan zou dat wel eens kunnen zijn aan die vorige inspanning die hij geleverd heeft. Maar hij is zo gretig. En ook binnen die ploeg is hij, ja, ze hebben daar weinig wisselkopmannen. Hè. Ze hebben daar met Stijn van den Berg iemand natuurlijk die goed is. Maar Stijn twijfelt daaraan, José. Wat zeg je? Stijn zelf twijfelt daaraan. Ja, ik weet het. Ja, tuurlijk. Ja, ziek geworden, hervallen, bronchitis opgedaan. Niet echt à fond kunnen zijn basis leggen in de winter. En in Parijs-Nice zei van, ja, het is beetje bij beetje aan het verbeteren, maar ik vrees dat ik het net niet haal. Ja, klopt. Ja. Niet goed genoeg. En de leeftijd is er ook al een beetje, ik ga niet zeggen, een beetje uitgereden. Dat mogen we zeker niet zeggen. Maar misschien want hij krijgt net nu die vrije moment. Kans. Ja, misschien net goed voor Parijs-Roubaix dan. Ja. Misschien Ronde van Vlaanderen ook een beetje te gretig, te intensief misschien nog. Maar die Parijs-Roubaix, dat zou wel eens een hele belangrijke wedstrijd kunnen zijn. 10 kilometer. In een soort van niemandsland. Op een rotstuk. Zeker als je al 15 hellingen achter de kiezen hebt. Ja, dat kan, de brug zelfs over. Dit, kan zelfs dit pijn doen. Een vraag voor wat jongere kijkers. Waar komt de naam E3 van? Van de autostrade, hè? Precies. De voormalige autostrade die hier gebouwd werd. Geïnspireerd door dat beeld. Ja. Die heet nu E17. E17, hè. Ja. Die ervoor gezorgd heeft dat er links en rechts van de E17 nogal wat vijvers liggen. En waar ze de grond uitgehaald hebben om die E17 een klein beetje hoger te leggen. Hè. De Gavers, bijvoorbeeld. Onder andere, ja. En op Sint-Niklaas de Ster, bijvoorbeeld. Dicht bij Haarlembeke nu al. Grondgebied Deerlijk. De zenuwslag nu. Zelfvertrouwen. Nog een manoeuvre in petto of gewoon volgaan voor de sprint. Wat doen ze? Renaat.
Ja, ik weet het niet. Ik zou het graag weten. Dan zou ik alsnog naar een boekie proberen te gaan. Maar dat zit er niet in vanuit mijn positie. Maar wat een weelde voor het Belgische wielrennen vandaag. Een top 3 die er zit aan te komen. Dat is geleden van 99, geloof ik, toen Van Petegem won voor Schmiel en Frank van den Broeke. En de laatste Belg op het podium hier, Bonen, denk ik, 2012. En vandaag Pardoes 3. Dat is helemaal waar. Met dank aan Hannes Tahon hadden we dat ook al eens gezegd. Met z'n drieën in 99. Vroeger was dat gewone kost, want we hebben hier uiteraard het hoogste aantal overwinningen als landgenoten in de eerste jaren. En in de overmacht van de jaren 60 en 70, toen we nagenoeg alles wonnen met Merckx en Roger de Vlaming en Gode Vroot en ga zo maar door met Frans Verbeek. Dan hebben we hier ook enorm veel verzameld. 38 Belgische overwinningen, dat wordt nu 39 stuks. Maar het is een poos geleden. We zijn er eens een keertje dichtbij geweest met onder meer Stijn van den Berg. Ploegmaat nu van Naassen. Dat was in 2014, toen werd hij vierde. En vorig jaar Kwiatkowski, Sagan, Stannard. Het jaar daarvoor Thomas, Stibar, Trentin. En dan in 2014 Sagan, Terpstra, Thomas. Het waren allemaal buitenlandse podia. En in 2013 Cancellara, Sagan, Os, idem dito. Bonen laatste winnaar. 2012 voor Freire en IJssel. IJssel nog altijd hopen voor hem in koers. Minder dan 8 kilometer nog. Ja, het is gewoon met z'n drieën richting aankomstlijn. En dan, ja. En dan, hè. En dan, die laatste 300 meter. Hier zit Tom Bonen. Katachtig, gekromd. Relatief korte benen in vergelijking tot de romp. En dat maakt hem ideaal qua profiel voor Parijs-Roubaix. Ik denk dat Tom Bonen, ik denk dat Tom Bonen zal blij zijn met dit verloop van deze wedstrijd. Zeker weten. Goed kunnen koersen, goede weersomstandigheden. Gevoel in de benen. Pittige middenrif, waar hij zichzelf eens kon testen en een beetje moraal opdoen. Dus dat moet wel goed zitten. In de wetenschap dat het in het langere werk wel kan renderen. Dat wil dan zeggen een klets van 50 kilometer daarbovenop. Nog een paar goede trainingen. Met deze wedstrijd houden we het bij 206. Is het niet? Ja. Met de aanloop daarbij natuurlijk. Een beetje buitenrijden uit Adelbeke, kilometer of 3. Dat tel jij er altijd bij? Ja, je hebt dat wel binnen. Hè. Dus hier valt dat nu nog mee, maar bijvoorbeeld in een Ronde van Vlaanderen spreken we dan over een 9 kilometer aanloop of zoiets. Milan San Remo? Ja, alsjeblieft. Renners stellen dat er in Milan San Remo ook bij. Hè. Ja. Inderdaad, dan wordt het inderdaad een koers van ruim 300 kilometer. En niet 291. Nog 6,5 kilometer. Eén moment van zwakte gezien bij Naassen op de Tiegenberg. Maar daar gaat hij uit leren. Want het was vooral in alle vorige beklimmingen gulheid bij Naassen. En een heel sterk moment van Gilbert daar op de Tiegen. Zo. Absoluut. Een heel sterk moment. Met een forse aanzet. Ja. Dat had kunnen renderen aan de vroegere aankomst. Op de Markt. Waar je uit die bocht kwam. Waar timing belangrijk was. Nog belangrijker dan nu. Want toen Freire in 2012 tweede eindigde, was hij eigenlijk sneller dan Bonen. Wat er zich miskeek op die bocht. Maar nu komen we dus aan op de Staatsegemse Steenweg. Ja, waar de wind voor de renners van de rechterkant komt. Wel goed afgeschermd door het veeltallige publiek natuurlijk. Er komen nog wel wat bochten. Ik denk dat we niet zo heel ver verwijderd zijn van de Omniplex-bocht aan de E3-brug, want die bestaat ook. Ja, het is hier al E3 wat de klok slaat. En dan komen we in die laatste kilometers ook nog wel een paar bochten tegen. Daar kun je ook met een handigheidje gebruik van maken. Eigenlijk moeten ze dat hier gewoon veranderen. Ze moeten dat dorp hier in Adelbeke noemen, of gemeente in Adelbeke. Ze moeten dat gewoon E3 noemen. Ja. Men gaat ook niet van die naam afstappen. Ook al bestaat de term E3 als naam van de snelweg niet meer. Gelijk hebben ze. Korte snok van Gilbert. Overname. Van Avermaat wil altijd koersen. Naassen volgt gedwee nu mee in het gelid. Opgelet. Gilbert laat een metertje. Of was dat heel even om de benen te strekken? Stress bij alle gewoon drie. Mee rond. Is, stress bij alle drie. Want ja, winnen. Hè. Eén van de drie kan winnen. En wie er ook geklopt wordt, wie er ook tweede is. Hier zijn we aan die brug. Hier draaien we Adelbeke binnen.
kilometers aftellen. Ja, normaal gezegd zag je ginds in de verte. Bogen aftellen. De aankomstlijn liggen. Ja. Maar dit is voorbij. Dat Thomas was... die ging op een kilometer of 4, als ik me dat goed herinner. En je kan hier op papier de snelste zijn en toch op je donder krijgen. Ja, ja. Vraag dat maar aan Sagan. Zeker verliezen hier op papier de snelste. En ja, even te vroeg beginnen, een beetje te laat energie genomen, nog helemaal op het einde. Ik weet niet wat Van Avermaet gaat doen, weggooien of nog iets eten. Weggooien. Hij anders... gaat luisteren naar onkel José. Nee, maar eten zou in principe te laat zijn, dat moet je gedaan hebben. We hebben hier nog renners zien puzzelen helemaal naar het einde. Ja, dat klopt. Sagan, hè? Dat klopt. En dan hebben we daar niet bij stilgestaan. En dan komt hij naar de finish en krijgt hij daar in één keer een soort blackout. We zijn nu zeer dicht bij de vroegere aankomst. Op de markt worden werken uitgevoerd. Maar het is maar zeer de vraag dat na het contract met 5 jaar aan het Forestierstadion... dat er nog terug zal gekomen worden naar de markt als aankomstplaats. Alles is hier wel voorhanden, hè? De ruimte is hier enorm belangrijk. Een beetje verderop. Hebben we ook de aankomst gehad toen Cancellara won in 2010. Dat was op een hellend stuk, want dat loopt hier ook nog wel wat op. Schamel, maar toch. Ja, je had dat dubbele stuk. Hè. Je zag de renners aan de overkant voorbij komen en dan een ommetje maken en dan terugkomen. Cancellara kwam van over de brug, over de Leie. 4 kilometer nog. 4 kilometer. We gaan het podium bezetten. Wat een fantastisch gevoel om mee naar Deinzen te trekken. Startplaats van Gent-Wevelgem. Ja, die zijn er al helemaal klaar voor. Zo. Alle podia staan er al. En vermits nogal wat sprinters zeggen van die koers is te lastig geworden. We gaan daar naar 250 kilometer. Zouden we wel eens dezelfde acteurs kunnen zien? Niet meteen deze drie, maar waarom niet één van hen? Zouden er wel kunnen bij zijn, ja. Ja. Zouden er wel kunnen bij zijn. Want Sagan won vorig jaar in Wevelgem. Waar hij tweede werd, 2 dagen tevoren in Adelbeek. Echte beren herstellen. Ja, inderdaad, echte beren herstellen. En nog het mooiste is ook als ze allemaal samen de dubbele wedstrijd aanvatten. Hè. Er zijn er een deel bij die het niet doen, maar er zijn er een heel pak die het wel doen. Dus dat is alleen maar goed. Nu alle drie, Gidon van onder. Gaat Gilbert nog wat ondernemen? Of vertrouwt hij gewoon op zijn sprint? Beseft hij dat na de afmattingsprocedure over 15 calls... dat het gewoon op het overblijven van kracht aankomt? Wat zit er nog in de tank? En hoe snel haal ik dat daaruit? Zoals ik zei, boog na boog. In achtervolging komen ze nu tot op 1,52, maar dat is volkomen triviaal. Renaat. Laatste keer met Naassen, die toch in de jongste kilometers behoorlijk veel van het werk voor zijn rekening heeft genomen. Al moet je de vraag daarbij stellen in hoeverre ze dan nog het volle pond geven. Gilbert kijkt dan nu zenuwachtig achterom. Het draaien en keren is begonnen vlak bij de E3 Arena. En ik denk dat nu misschien het moment komt dat er gepokerd wordt en Van Avermaet niet wil overnemen. Het is begonnen. Eergierigheid speelt ook een rol. Blijft inderdaad zitten. Nee, ga toch nog eens overnemen. Lijkt me ook nog wat ver om nu al te pokeren. Ja, belangrijk is dat Naassen ook nog eens even meedraait. En dat ze toch ja, tot en met die laatste kilometer, laatste rechte lijn hun ding doen. En dan vanuit de stilstand vertrekken. En dan is de vraag natuurlijk, wie staat er met die juiste versnelling? Wie staat er niet te groot? Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat je in één keer dat blokkagegevoel krijgt van oei, van de... ik ben nog niet begonnen en het is al over. Van de Perkelaan naar de Acacialaan. We zitten in het bomengezelschap. Maar dan naar de Staatsegemse Steenweg. Het vaantje van de twee. Je moet het ergens plaatsen. Daar staat 1,7. De Belgische kampioen op kop. Van Avermaet, fraai pedalerend. Ja, met een pak stress in de benen, denk ik, in het hoofd. En of? Ik moet dit hier proberen afmaken op papier, misschien de snelste. Maar heeft daar nu toch al leren mee leven? Maar het is en het blijft. Heeft al vaker in gelijkaardige situaties gezeten, zelfs tegen een mens met de naam Sagan. Maar er is de factor Gilbert en er is de factor Naas. Ja, dat is het hem juist. Hè? Vooral de factor Gilbert, denk ik. Maar ook wel Naas, want bij Naas weet je nog niet wat je daar eigenlijk aan hebt. Hè. Die kan net zo goed hersteld zijn van dat dipje. De Grinta,
de gretigheid bij Van Avermaat moet in het zenit staan. Wat denk je wat dat betekent dat hij zijn ex-ploegmaat en kopman kan gaan afdrogen? En van Gilbert die misschien denkt van ja, die twee achter elkaar hier, die achter mij, die gaan elkaar verstaan. Daar moet ik dan ook wel rekening mee houden, want als Van Avermaat bij het aangaan van eventueel naast hem laat wegrijden, dan heb ik een probleem. En wat, ik word dan geklopt. Wat dan? Er ook gebeurt. Kilometer. Proficiat in elk geval aan alle drie. Want dit is een denderend spektakel geweest. Andermaal. Nou, dwars door Vlaanderen hebben we gezegd, we willen tekenen voor nog meer van dat. We krijgen het. Naast hem met een iets kleinere versnelling als Van Avermaat. Ja. Dat zet je sneller aan. Dan moet je toch mee oppassen. Wind van de zij. Hier aan de aankomstlijn. Een redelijk strakke wind die net is iets komen opsteken, denk ik. Tempo gaat er nu uit. Van Avermaat naar de andere kant van de weg. Als pistiers. Staan nu haast stil. Gilbert beetje... dan toch maar weer wat vaart maken. Ja, vanuit derde van Avermaat nu inderdaad goed gemanoeuvreerd naar positie 3. En ook een beetje geschakeld. Een beetje kleiner gaan schakelen. Opletten voor brutaliteit bij de aanzet. Want het kan fataal zijn. Denk maar aan de sprong van Kwiatkowski vorig nu jaar. Nu naast we weer in die derde positie. Ja, wat doet hij dat goed? Wat speelt hij dat sterk in dat gemanoeuvreer? Gilbert met een brede reuzenslalom in het zicht van de vaste camera's. We gaan het nu snel weten. We stoppen als een zin, zegt om elkaar niet te laten verrassen natuurlijk. Koersen in Vlaanderen. Wie gaat er eerst beginnen? Wie durft er eerst beginnen? Drie Belgen. Iemand is geen manoeuvre. De Olympische kampioen en de nieuwkomer. Kijken. Die het schijnbaar allemaal goed onder controle heeft. Maar wat blijft er nog over van zijn zelfvertrouwen na het tipje? Ja. Hij gaat aanzetten. Hij speelt ridder of mis en het is van ver. De reactie van Van Avermaat is fors. Ook Gilbert wil nog naar het wiel van Avermaat. Maar Naase is wel een eind weg. Naase is wel een eind weg. En krijgen ze die nog te pakken? Komt Van Avermaat daar nog over? Gaat Van Avermaat hier als Olympisch kampioen de E3 binnenpakken? Het is inderdaad Van Avermaat die het haalt voor Gilbert en Naase. Greg Van Avermaat wint de E3. Harold Beke, de koers die hem niet lag omdat hij wat te kort was. Wel, hij heeft er een schitterend spektakel van gemaakt. Hij heeft ze snoeihard gemaakt. En dan bots je meestal op zijn excellentie, Greg Van Avermaat. Al kwam Gilbert nog eng opzetten. Ja, Gilbert die in het wiel kon vertrekken, mee met Van Avermaat, die dat gaatje moet dichtrijden. Hier hebben we Durbridge met Hollenstein. Meneer Durbridge. Twee dagen na één, wat er twee keer in drie dagen vierde. Postelberger. Postelberger is vijfde. En dan komt er nog een sprint. Een sprint van de mannen die eigenlijk nooit vooraan geraakt zijn. Die dat op een of andere manier verbrusten onderweg. Hier komt... Andersen. Ja, binnen een Colbrelli, denk ik, die als zevende over de streep komt. Sonny Colbrelli. Bonen nog tweede in de sprint, denk ik. Klopt. Valgrijn Andersen was de man die nog net de sprint ontglipte. In een soort van jump naar de ereplaats. En Van Avermaat springt naar nummer 1 in de World Tour. Daar moet je rekening mee houden. Als de eindklassementen van andere World Tour wedstrijden rittenkoersen binnenkomen, dan heb je het als eendagsspecialist zitten. Het was een stevig manoeuvre, een vinnig manoeuvre van Naase. Heel lang gedacht van, gaat dat redden tot op de streep? Doet dat tot op 75 meter? Maar dan komt de groter trappende Van Avermaat. En dan moet hij toch nog doorgaan, niet stilvallen tot op de streep. Al komt Gilbert, nou ja, aan zijn bracket. Felicitaties van Gilbert. Een veelzeggend handje. Dat gaat ze beiden goed doen. Dat gaat ze beiden echt goed doen. Der wint.